welkom bij het programma De Indonesische Blik op 350 jaar Nederlandse overheersing. Oh, er loopt niemand voor de camera, maakt niet uit. Welkom meneer, want wat leuk. Loopt iemand voor de camera. We zijn namelijk weer met live publiek, dat heeft u nu thuis ook kunnen zien. U bent er helaas niet live bij, een aantal mensen wel, maar ook dus thuis een hartelijk welkom. Nogmaals ook in de zaal, welkom bij dit programma hier in de Bali, in het programma in samenwerking met de Volkskrant. Mijn naam is Meerte Vreese en ik ben jullie presentator deze middag. Ja, we gaan het dus hebben over, voornamelijk over hoe Indonesiërs nou terugkijken op ons gedeelde verleden. Want het is een gedeelde geschiedenis, maar delen we ook dezelfde interpretatie van die geschiedenis? Nou, het antwoord is denk ik voor u velen al bekend en anders verklap ik het hierbij. Nee, dat is het niet. Laat ik twee voorbeelden geven. Dit jaar is het 76 jaar geleden dat Indonesië onafhankelijk werd. En sommige mensen zullen zeggen, 76 jaar geleden, nee, het is 72 jaar geleden dat de soevereiniteit van Indonesië aan Indonesië werd overgedragen. Ander voorbeeld. Een van de belangrijkste historische figuren in Indonesië is prins Diponegoro. Hij is een van de vrijheidsstrijders, zou je kunnen zeggen, van Indonesië. Hij voerde de oorlog tegen de Hollanders aan op Java. Misschien denken sommigen van u, ah, de Java-oorlog. Nee, die oorlog heet de Perang Diponegoro. De Diponegoro-oorlog, zo heet hij in Indonesië. Ook een voorbeeld waarin je misschien iets genuanceerder de verschillen ziet. Ik wil stilstaan bij twee schilderijen die je waarschijnlijk achter mij nu ziet. Het eerste is het schilderij, het heet ook de gevangenneming van prins Diponegoro door de kok. En hier heet het de overgave van Diponegoro aan luitenant-generaal de kok. Het heeft dus blijkbaar, is het ergens in de tijd ook nog eens veranderd van titel, maar de strekking is duidelijk. Het is geschilderd door Nicolaas Spieneman en wat we eigenlijk zien is een Diponegoro die zich overgeeft. En de kok die staat een paar treden boven hem verheven. Diponegoro heeft ook wat vreemde kleren aan, een soort Midden-Oosterse gewaden. Want Pieneman was zelf nooit in toen Nederlands-Indië was geweest. Dus had ook niet echt een idee blijkbaar van de kleding van die tijd. Het andere schilderij is de arrestatie van Diponegoro. Is gemaakt door Raden Saleh. Wat hij daar ziet is een prins Diponegoro die, je kan zeggen, enigszins wordt overvallen. Misschien zich tegenstribbelt. Ja, hoe komt dat ook? Omdat in Indonesië wordt ook wel gesproken van het verraad van deze actie. Er zou worden gesproken over een wapenstilstand. Dat werd ook gedaan, maar vervolgens werd hij alsnog gearresteerd. Je ziet dat in dit schilderij van Saleh de Nederlanders niet op de trap treden boven Diponegoro staan, maar op dezelfde hoogte. Maar ze hebben wel wat eigenaardig grote hoofden die niet helemaal in perspectief zijn. En dat zou dan weer een verwijzing kunnen zijn naar eigenlijk het monsterlijke karakter van de Nederlanders. Verschillende interpretaties. Dus daar gaat het over. De Volkskrant wilde weten hoe Indonesiërs vandaag de dag dus terugkijken op de periode van de Nederlandse overheersing. En ze hielden een enquête onder 15 miljoen lezers in samenwerking met de Indonesische geschiedeniswebsite historia.id. We gaan er zeker meer over horen. In de tweede helft praat ik met Julia Patopang en Michel Maas en Martin Bossenbroek over eigenlijk de uitkomsten van dit onderzoek. Wat zien Indonesiërs nou als de meest belangrijke periodes, misschien ook wel als de meest traumatische periodes? En hoe zien ze de relatie met Nederland vandaag de dag? Maar we gaan ook toch even wel weer naar onszelf kijken. Want in hoeverre, we zijn op dit moment bezig in Nederland met een ontzettend zelfonderzoek naar onze eigen rol. Maar in hoeverre luisteren we daar ook echt naar het Indonesisch perspectief? In hoeverre is het eigenlijk nodig dat we de hele tijd naar elkaars perspectieven luisteren? En zijn we uiteindelijk op zoek naar een soort gezamenlijk narratief? En welk doel dient dat dan eigenlijk? Dat is de tweede helft. Daartussen zit een prachtig intermezzo van theatermaker Esme Begeman, die een bewerking heeft gemaakt op De Stille Kracht en zal daar bepaalde fragmenten uit voordragen. Maar we beginnen eigenlijk met het geschiedenisonderwijs, want begint eigenlijk alles niet altijd bij het geschiedenisonderwijs. We gaan kijken naar het Indonesische geschiedenisonderwijs. Wat leer je daar in de klas over die Nederlandse overheersing?
Wat is eigenlijk het doel in Indonesië van geschiedenisonderwijs? En is het ook onderhevig aan verandering? En daarna kijken we naar de ontwikkelingen hier in Nederland betreft het geschiedenisonderwijs. Van, is er plek voor meerstemmigheid? En wat staat er eigenlijk op het spel als je geschiedenisonderwijs meerstemmig maakt? En ook hier de vraag van, moeten we uiteindelijk naar een soort gezamenlijk geschiedenisonderwijs? Nederland en Indonesië, welk doel dient dat? Ik ga hierover in gesprek met de volgende gasten. Welkom allemaal. Feba Soekmana, je bent presentator en redacteur van het onderwijsjournalistieke platform Erasmus Magazine aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Je bent geboren en getogen in Indonesië, studeerde literatuur in Jakarta en kwam in 2007 naar Nederland om Dutch Studies te studeren aan de Universiteit van Leiden. En je bent gespecialiseerd in Indische letteren en postkoloniale literatuur. Erik Ex zit daar, docent geschiedenis op het Cygnus Gymnasium hier in Amsterdam-Noord. En is daarnaast onderwijscolumnist voor Trouw en lerarenopleider bij de Universiteit van Utrecht. En Anton Jansen, welkom, werkt als docent geschiedenis op het Barnes Lyceum. En is daarnaast werkzaam als voorzitter van de commissie Wereldgeschiedenis van de Vereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting Nederland. Hele mond vol. En belangrijk vooral die als doelstelling heeft om meer wereldgeschiedenis in de klas te krijgen. Nou, mijn eerste vraag eigenlijk voor jou is, Feba, van jij kwam dus studeren hier in Nederland. En wat was eigenlijk het eerste moment dat je dacht van, goh, ik geloof toch dat mijn medestudenten een andere geschiedenisles hebben gekregen dan ik. Ik ben hier gekomen in 2007. Ja. En toen in een collegezaal in Leiden hadden we over Indische literatuur. Ja. Ik was het al vergeten waar het dan over ging. En toen benoemde ik dat, maar op 17 augustus 1945 waren de Indonesiërs toch al vrij. We hebben dan al Soekarno heeft dan al geproclameerd. Waarvan mijn docent toen zei van nee. Maar, want Indonesië krijgt pas de onafhankelijkheid tijdens de soevereiniteitsoverdracht in 27 december 1949. Nee. Toen koningin Juliana dat op de Paleis van de Dam overdroeg. Zeg maar. Ja. En toen dacht ik van, dit heb ik nog nooit gehoord. Nee. Want in Indonesië is het gewoon 17 augustus 1945 hebben we er ook altijd groots gevierd. Nee. En dat was hem. En voor ons is de datum 29 december 1949, dat was meer erkenning van de Nederlandse kant. Ja. Dus vandaar dat ik dacht van, oké. En dan nog een paar maanden later, toen kreeg ik te horen van een medestudent van, hey, heb je dan de documentaire gezien gisteravond? Het gaat over Sinterklaasviering in Indonesië op 5 december. Ja. Ik dacht van, we hebben wel Sinterklaas, maar we vieren het op 25 december. Dus waar komt het vandaan? En toen dacht ik van, misschien moet ik toch wel meer van leren. Ja, misschien moest jij daar meer van leren. Dat is interessant te weten waar je mee omgeeft natuurlijk. Maar laten we eens beginnen bij waar jij het leerde in de klas in Indonesië. Ja. Kan je iets vertellen over, nou ja, over het geschiedenisonderwijs, over die kolonialiteit van Nederland? En wat waren daar nou echt, welke gebeurtenissen zijn bij jou ingestampt? Welke personen zijn er bij jou ingestampt? Ten eerste moet ik dan zeggen dat we dan vrij compleet geschiedenisles over de koloniale tijd hebben in Indonesië. Dus dan het gehele 5300 jaar is gewoon helemaal reeks van de eerste keer dat Cornelis de Houtman. Daar begint het ja, bij jullie. Ja, ja. Dus 1596, als ik het goed hebt. Dus daar heb je het over de VOC en dan heb je ook over de lokale strijden. Dus dan heb je ook helden als Diponegoro, Patimura en Hasanuddin enzovoort. En dan hebben we dan daarna de periode van politieke ethos. En daar begint het mee als je dan over onafhankelijkheid van Indonesië hebt. En daarna ook natuurlijk de nationale beweging voor de onafhankelijkheid. Ja. En dan de oorlogs,
Indonesische onafhankelijkheidsoorlogs. Mm. Moeilijke woorden zeg. Mm. En daar stopt het dan mee in rond van het jaar 1940-50. Ja. Dus eigenlijk de titel van het programma klopt al niet helemaal. Als je het linkt aan het Indonesisch onderwijs, dan hadden we eigenlijk moeten zeggen de Indonesische blik op 500, wat is het? 400. 350 ah. jaar toch wel. Nee, want jij zei, we begon toch al in 1500, begon jouw geschiedenisles? Ja. Dat is toch 5 eeuwen geleden, of ben ik nou gek? Ja, precies. Oh, klopt het dan wel? Oh, ik kan gewoon niet rekenen. Oké, laat maar. Maar goed. Maar dus we hebben dan zo'n vrij compleet beeld. Ja. Alleen vind ik het dat het altijd zo droog is, in de zin van dat we alleen maar namen en gebeurtenissen krijgen zonder de context erachter. Dus waarom? Waarom is er dan een cultuurstelsel? Waarom kwamen de Nederlanders naar Indonesië? Dat wist ik echt niet. Ik wist wel dat ze dan voor specerijen komen, maar toen ik hier kwam studeren, toen dacht ik van ja, hutspots. Heb je geen specerijen voor nodig? Dus waarvoor? Ja. Weet je? Pas jaren later begrijp ik van oké, dus vroeger was het eten van Nederlanders misschien wel nog lekkerder, omdat er dan heel veel specerijen in komen. Maar dat soort dingen, de achtergrond en de context heb je niet. En aan de andere kant is het ook een soort van heldhaftige verhaal van de helden van Indonesië. Het is gewoon dat wij dan als natie, ook al zijn we gekoloniseerd, we konden dan de kolonisator wegduwen. Ja. En dan, want dat is, ja, hoe zou je het geschiedenisonderwijs dus typeren? Veel feiten zeg je, helden. Feiten durf ik niet te zeggen, in het algemeen. Maar heel nationalistisch en heel, heel erg over helden gaat. En ik zag ook in de research hiervoor dat je hebt in Indonesië diorama's. Hè, eigenlijk die het verhaal van de geschiedenis vertellen. Kan je daar iets meer over vertellen? En ook misschien over de populariteit, zeg maar, hoeveel kinderen zien die diorama's of Indonesiërs, hoe belangrijk zijn die? We moeten sowieso naar Museum Nationaal als je dan op basisschool zit. Dat is verplicht? Dat is verplicht, ja. Dus het hele narratief van de staat, dat is gewoon echt verplicht. Ja. En diorama is echt iets typisch Indonesisch, vind ik, want hier zie je helemaal geen diorama. Hebben we er een beeld van of niet? Ja? Komt eraan. Later. Oké. Okay. Dit zijn mijn schoolboeken, zeg maar. Dus leuk. Zoals je het kan zien, hier zijn de helden van de lokale Kan je er twee voor ons uitlichten die wij misschien, Diponegoro, die is inmiddels, kennen we wel, maar wie kennen wij, denk jij in niet? In het midden, Patimura is boven, die met rood erachter. En dan Kartini, Cutnyadin uit Aceh en Tengku Umar ook uit Aceh. En Sultan Hasanuddin en Sultan Agung. En wie is nog de ene? Was ik vergeten? Oh ja, Antasari. Ah, 10 samen. Ja, zie je. Ja. We hebben wel 185 helden in Indonesië. Dus moest je die allemaal leren? Ja, toen ik klein was. Ja. Toen wist ik het wel. Ja. Nee, maar. En deze is ook Patimura en Sudirman. Ja. En Sudirman is meer van de nationale beweging al. Dus dan in de jaren 45. En Patimura is volgens mij rond de 17e eeuw. Ja. Dus, of 17e eeuw. 18? 17. Samen komen we er helemaal. Ja, precies. En kunnen we nu dan misschien naar het diorama? Oké, okay. Nou we gaan het straks nog over het kostuurstelsel hebben, dat komt wel. Ja. Maar goed, die diorama's, even uitleggen voor wie daar echt geen idee heeft wat dat zijn. Dat zijn dus miniatuurversies van wat er eigenlijk is van de geschiedenis. En het is meestal heel realistisch. Dus we zijn bloed niet vies. Dus dan kun je ook heel erg realistisch. En ik denk dat het, wat ik heb gezegd, het is heel nationalistisch afgebeeld. Mm-hmm. Dus dan echt van de kant van de Indonesië dat de vijanden, zeg maar,
altijd negatief werden afgebeeld. En de nationalisme en de Indonesische helden, Soekarno Hatta, en maar ook deze helden naar voren komen. En hadden jouw ouders hetzelfde geschiedenisonderwijs als jij? Zeg maar, had je het gevoel dat er een heel ander soort geschiedenisboeken waren toen jij de klas inkwam dan jouw ouders? En ook misschien jouw neefjes of nichtjes nu? Zit er verandering in het geschiedenisonderwijs? Voor mijn ouders zou wel kunnen. Ik zou het niet durven zeggen. Maar ik ben natuurlijk opgegroeid tijdens de, hoe heet het? A New Order. Dus van Suharto. Yeah. En mijn ouders ook, want 35 jaar lang. Dus dan zou je wel kunnen denken dat het hetzelfde is. Gewoon het narratief van Suharto, zeg maar. En nu is het weer anders. Men zegt dat er dan meer vrijheid is in de geschiedenisles en geschiedschrijving van Indonesië. Maar de bottom line is denk ik nog steeds hetzelfde. Misschien met een beetje islamitische tint. Ja, ja. Erik en Anteun, als we kijken naar het Nederlands geschiedenisonderwijs, is dat ook voornamelijk een nationalistisch verhaal van heldenverering? Erik. Nou, 183 helden? Nee, dat, dat hebben wij niet. Ik moet zeggen dat ik wel vaak het heb over helden. Hm. En dan steek ik mijn vingers omhoog tussen aanhalingstekens. En dan stellen we de vraag, ja, wat is nou een held? Hm. Wie is iemand als J.P. Koen? Verdient hij een standbeeld? Wat moeten we nu met zo'n standbeeld? Nou, dat is een typische vraag. Sterker nog, op een gegeven moment kwamen mijn leerlingen bij mij binnen en ik had al op het bord iets staan over dat standbeeld in Hoorn. En ze zeiden, god, weer dat standbeeld, daar hebben we het bij Nederlands ook al over gehad. Ja. die werden ermee doodgegooid, hadden ze het idee. Ja, jij gaat, als ik het een beetje zo mag inschatten, sta je al niet 40 jaar voor de klas, zeg maar. Nee. Je staat wat meer de recente. Jij zat misschien iets langer voor de klas, Anteun. Ja, ietsje langer. Ja, als ik zo vrij mag zijn. Sinds 94 met geschiedenis. Ja. Nog even niet over hoe we het hebben zien veranderen, maar meer gewoon van hoe vormend is het geschiedenisonderwijs, als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar in Nederland, over ons denken over het koloniaal verleden? Geschiedenis is niet de enige plek waar je het daarover hebt, maar ja, als je dan toch over 30 jaar teruggaat. Ja. Toen ik begon met lesgeven stond er ook gewoon nog in de lesmethodes thema als begin met Indonesië vanaf het Rijk van Mataram nog voordat de VOC kwam. En ook Diponegoro kwam daar gewoon in voor. En kon je dus gewoon les overgeven rechtstreeks uit het boekje zonder eromheen te hoeven kleuren. Later is het ook nog wel een examenthema geweest met net iets voor de VOC, maar dan snel vanaf de VOC door. En dat eindigde bijna altijd ook met de onafhankelijkheidsoorlog, waar in begin 49 normaal was. En later de discussie van, ja, het had ook 45 kunnen zijn, stond er dan wel bij. Ondertussen is sinds de 10 tijdvakken in het Nederlands geschiedenisonderwijs heel leidend zijn geworden. Met kenmerkende aspecten, waarbij een kenmerk dan in onze gouden eeuw kom je ook de VOC tegen. Die staat dan ook standaard in het boek. En vervolgens zou je het cultuurstelsel bij het modern imperialisme aan de hand, aan de orde kunnen stellen. Maar de vraag is of dat gebeurt, en in de boeken is dat meestal een voetnoot. En dan kom je, in mijn optiek vrij raar, kom je bij de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse bezetting van de Nederlanden. Maar dan niet de bezetting van Japan van Indonesië, wordt soms wel genoemd, maar in een ander paragraafje. En dan vervolgens bij decolonisatie hebben we het over hoe Indonesië vrij werd en hoe je daarnaar zou kunnen kijken. En dat is eigenlijk ontzettend sumier, ja. Terwijl er vroeger wat meer ruimte voor was. En vaak ook met wat meer uren geschiedenis, meer ruimte om erover uit te wijnen. Ja, dus ik hoor jou zeggen van inderdaad, omdat er nu zo dus blijkbaar thematisch aan de hand van, hoe heet het, De 10 tijdvakken. De 10 tijdvakken geschiedenis wordt gegeven. Is het dus blijkbaar heel erg aan de docent om wel of niet stukken uit die Nederlands-Indonesische geschiedenis daarbij te pakken of in te integreren. Nou, dat is misschien al op
kunnen we al over hebben hoe problematisch dat is, van hoe weinig er dan aan bod komt. Waar ik eigenlijk meer aan dacht is, als ik nu veel discussies bijwoon over hoe wij zelf omgaan met ons koloniaal verleden, dan wordt er altijd gezegd, ja, maar het onderwijs, we leerden op school zeg maar alleen maar het Nederlandse perspectief. Het ging over politionele acties. Het verrast me eigenlijk al dat je het hebt over de onafhankelijkheidsoorlog, over Prins Diponegoro, omdat het idee wat in ieder geval bij mij leeft nogal was, dat dat Nederlands geschiedenisonderwijs op een bepaalde manier eigenlijk leek op het Indonesisch geschiedenisonderwijs, namelijk een soort verhaal van nationale trots en heldendom. Of zie ik dat dan dus niet goed? Is dat... zie je ook goed, maar is wat genuanceerder. Yeah. Want een echt sterk, dit is het nationale verhaal, zo moeten alle Nederlanders het weten. Zo worden ook de geschiedenisboeken in Nederland niet geschreven en zo wordt er ook geen les gegeven. Maar als je kijkt hoe klinkt het, welke termen worden gebruikt, is er wel een heel eenzijdig beeld. Net zoals februari komt in Nederland en hoort daar dingen van, kun je er ook zo tegenaan kijken? Zo horen wij van Jan Pieterszoon Koen, die erop uitgaat, een aantal dingen niet zo heel netjes doet, sorry dat ik het zo zeg, maar ondertussen toch Batavia heeft gesticht en daar is het allemaal mee begonnen. Ja, wat dat in Indonesië met de mensen daar deed en hoe daar de verschillen tussen bevolkingsgroepen lagen en hoe zij daar tegen aankeken toen de tijd en wat daar echt ter plekke gebeurde, daar is nauwelijks aandacht voor. Dus dat is heel erg vanuit het perspectief vanuit Nederland zijn we daar wat dingen gaan doen. Wij komen in onze geschiedenisverhaal in de Gouden Eeuw aan en dat is niet alleen VOC, maar er zit ook de VOC in, dus moet je even over vertellen. Ja. Nou chargeer ik een klein beetje, maar qua tekst en hoe het wordt genoemd in de boeken, daar zie je eigenlijk het nationalistische karakter aan af. Maar mag ik iets vragen? Zeker. Hebben jullie in Nederland een nationaal narratief wat betreft de tijd van Nederland in Indonesië? Want ik heb met een hoogleraar gesproken, Kees Ribbens, ik weet niet of jullie hem kennen. En hij zegt van, er is geen nationaal narratief, dus dat er is helemaal geen groot verhaal. Eenzijde, hoe heet het, eenheid verhaal over Nederlandse tijd in Indonesië. Dus dan moeten de meeste mensen maar het doen met familiegeschiedenis of met persoonlijke verhalen. Nou ja, of met het verhaal wat de docent dus geeft. Ja, ik ben dus heel erg benieuwd. Erik, hoe stel jij je les samen? Wat neem je mee van je opleiding, studie? Wat zijn de schoolboeken? Hoeveel vrijheid heb je zelf om daar eigen invulling aan te geven? Nee, dat is dus een groot verschil met met hoe het in Indonesië dus blijkbaar gaat. We hebben relatief grote vrijheid om eigenlijk in ons klaslokaal te vertellen wat we willen. En om eigen interpretatie te geven. Kijk, want die boeken, we zien hier wat boeken die ik onder andere in mijn les gebruik. Maar dat is geen verplicht boek of iets dergelijks. Hè. Dus ik vertel aan mijn school welk boek ze moeten inkopen. Of je dat perspectief van de Indonesiër meeneemt, of hoe je dat verhaal van J.P. Koen vertelt bijvoorbeeld, dat is erg afhankelijk van de leraar. Ja. Dat is op zichzelf denk ik goed. De leraar is een professional aan wie je dat zou moeten kunnen overlaten. Maar het is wel heel goed als die leraar ook genoeg achtergrondkennis heeft en zelf weet waar dit over gaat. En dat kan er nog wel eens aan schorten bij individuele docenten. En wat net heel terecht door Anteun werd gezegd, is als je minder geschiedenislessen geeft, wat in Nederland op dit moment zo is, dan heb je ook minder tijd voor multiperspectiviteit in de geschiedenis. Ja. Hoe klinkt dat voor jou, Febe? Als je hoort dat het eigenlijk dus meer aan de docent zelf is om het verhaal te vertellen. Kan je dat voorstellen dat in Indonesië nee. zo zou zijn? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik vind het aan de ene kant wel goed dat je dan als leraar heel veel vrijheid hebt. Maar ik heb het idee dat er dan toch een kapstok moet zijn voor een wat breder verhaal. Wat gewoon voor het hele land, zeg maar. Nou ja, je kan wel zeggen dat leerlingen die geschiedenisles krijgen van Anteun en Erik geluk hebben. Maar hoe is het dan met de andere leerlingen die
Dat weet je niet, hè? Daar gaat mijn leerling vragen. Ja. Precies. Maar hoe is het dan met leerlingen van wie de geschiedenisleraar wat anders denkt? Ja. Zijn er heftige discussies over, Anteun, in het Nederlands onderwijs? Over die vrijheid van interpretatie van de geschiedenis? Nou, er is eerder heftige discussie als je echt het beestje bij de naam noemt. En dan tref je in Nederland verschillende mensen aan en zeg je, ja, hallo, maar zo mag je het niet noemen. Of het was wel 1949 en dan gaat de discussie daar inhoudelijk over. Maar op zich is er wel een discussie over hoe vrij moet je zijn. Maar in de Vereniging van Geschiedenisleraren kom ik toch de meeste mensen tegen van geef dat nou maar aan ons over. Dus ja, geef dat aan de vrijheid van de leraren over om dat in te vullen. Ja. Alleen, zeg maar, er is een narratief omdat er wel iets is voorgeschreven van hier moet je op letten. En het moet minimaal ook zo klinken. En dat is de reden waarom wij als commissie zijn starten. Eerst als stelletje duvelstoejagers van nee hoor, dat gaat echt de verkeerde kant op. Dit is zo minimaal. En wie bepaalt dat? Zijn dat de mensen? Is dat uiteindelijk de overheid? Wie schrijft de geschiedenis? De vraag is altijd wie schrijft nou dit de geschiedenis? Het is gewoon een commerciële partij. Het is een commerciële partij, ja. Toch? Die bepaalt. Nee, niet helemaal. Dus in opdracht van het ministerie moet er natuurlijk ook iets gewoon liggen. En dan is niet het ministerie dat schrijft. Dus in die zin is het geen nationaal overheidsonderwijs. Klopt. Dat wel door historici ingekleurd. Ja. Maar hoe dat uiteindelijk valt, daar kun je van mening over verschillen. En daar verschillen de meningen inderdaad heftig over. Ja. Van dat is te nationalistisch. Of dit ligt in de buurt van wat we zouden moeten willen. Jullie staan niet alleen voor de klas. Jullie bewegen je ook duidelijk in het veld van docenten. Er speelt nogal wat de afgelopen, wat zullen we zeggen, sinds 7 jaar. De discussie wordt steeds heftiger om inderdaad veel meer perspectieven in het onderwijs, in het geschiedenisonderwijs te krijgen. Om dingen anders te benoemen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ben je heel blij mee? Dat is mooi. Heb je het gevoel, is de geschiedenisles de voorhoede of lopen jullie er achteraan? Word je aangesproken door leerlingen, door ouders van leerlingen? Of krijg jij ouders op je dak die zeggen, wat leer je mijn kinderen? Nou, het was toch altijd 1949. Hoe werkt dat? Nou, nee, ik niet. Ik heb daar geen ervaring mee. Misschien heeft het te maken dat ik hier in Amsterdam-Oost les geef. Maar waarom ik er blij mee ben, als er weer een of andere discussie is over mag de Gouden Eeuw wel de Gouden Eeuw heten, is dat is gewoon een lesvoorbereiding voor mij. Daar kan ik mee beginnen. Mag de Gouden Eeuw de Gouden Eeuw heten? En de leerlingen komen binnen en ze hebben er nog een mening over ook. Dat is natuurlijk de droom van iedere docent. Want wat je wil in eerste instantie is die leerlingen aan het leren krijgen. Kijk, we kunnen heel lang praten over hoe precies we wat moeten noemen en details in de geschiedenis. Maar waar het uiteindelijk bij ons toe doet, waar het bij ons om gaat, is wat de leerlingen leren. Nog knap lastig. He, dus we kunnen het hebben over is het nou 49 of is het 45. Maar als leerlingen niet eens op 100 jaar nauwkeurig kunnen vertellen wanneer Indonesië onafhankelijk is geworden. Of überhaupt niet weten op 50 jaar nauwkeurig wanneer de VOC is opgericht. Dat zijn wel dingen waarvan ik denk, dat doet ertoe. Hè? Want dat zorgt voor een gedeeld begrip. Ook binnen onze eigen samenleving. En dat is wat het geschiedenisonderwijs kan bewerkstelligen. Toch die jaartallen, hè? Nou, jaartallen doen er wel een beetje toe. Hm. Hè, dus als een leerling denkt, in 1600 hebben wij heel Indonesië veroverd. Daar klopt niks van. Dus ze moeten wel snappen hoe dat is gegaan. En hoe pas na de Franse tijd en zelfs eigenlijk pas in het begin van de 20e eeuw die verovering compleet was. Wat dingen als modern imperialisme zijn en dergelijke. Maar proef ik nou eigenlijk bij jou van, mijn eerste taak is meer om kinderen en studenten überhaupt geïnteresseerd in het geschiedenisonderwijs te krijgen en ze een beetje de basiskennis te geven en het feit de actuele discussies daar ook goed in zijn. Dat is een klein onderdeel van mijn vak en dat is niet het hoofdonderdeel van mijn vak. Die actuele discussies doen ertoe, absoluut. En dus dat voorbeeldje van die twee schilderijen, dat is ook typisch iets wat ik in mijn les doe.
En daarmee laat je zien waar je vak eigenlijk over gaat. Maar in eerste instantie draait het wel over kennis. En ik ben eigenlijk best jaloers dat ze in Indonesië, ook al zou ik het niet op dezelfde manier willen, maar dat ze heel duidelijk hebben voorgeschreven van, nou, dit is de kennis die iedereen moet hebben. En dat betekent, en daar is ook een goede reden voor in Indonesië natuurlijk. Dat komt vanuit het idee om er een eenheid van dat enorme land te maken. En dat is iets wat we in Nederland denk ik ook best aardig kunnen gebruiken. En andersom ben ik ook jaloers op de manier van de Nederlandse les, in de zin van dat je dan vrijheid hebt. Nou, jij hebt dan benoemd van, ja, als we dan over helden hebt, wat is een held? Ja. In Indonesië krijgen we het niet. We krijgen alleen maar, we hebben helden. En dit is een held. Hier, ja, hier zijn ze. En ze hebben gestreden voor ons land. Dus we moeten dankbaar zijn. En we zijn een natie van helden. En hoe zit het dan in Indonesië als je het hebt over meerstemmig onderwijs, waar Anteun voor pleit in Nederland? Misschien is het bijna een vraag naar de bekende weg, maar ik wil toch weten van wat is de rol in de geschiedenisboeken van de Chinezen, Indonesiërs, van de Molukkers? Hebben die een plek in de geschiedenisboeken in Indonesië? Nee, nauwelijks. Want ik heb ook pas gelezen over Chinese moord tijdens de koloniale tijd. Dat is ook pas recent, toen ik hier al woonde. In Indonesië hebben we er dan nooit van gehoord. Ook de geschiedenis over Indische Nederlanders horen we dan, tenminste hoorde ik dan heel weinig over, zo niet. Dus dan toen ik dan de Indische literatuur tegenkwam, toen dacht ik van, hey, er is wel een volk die tussen Indonesiërs en Nederlanders zitten, maar we hebben er helemaal niks van over gehoord. Dus, ik denk dat dat voor Indiërs hier soms bijna niet voor te stellen is, omdat zij zich zo ook verwant voelen met het land. Ja. Dus als je dan over multiperspectief hebt in Indonesië, hebben we dat ook nog niet. Nee. Anteun, jij pleit voor meerstemmig onderwijs. En toen had ik eerst als vraag zo staan van, ja, wat is het nut? Hè? Waarom is dat goed? Maar ik vind dat bijna zo erg naar de bekende weg vragen, waarom meerstemmig onderwijs zinvol is. En toen dacht ik, het is er dus blijkbaar nog niet helemaal. Dus wat staat er eigenlijk op het spel als we in het geschiedenisonderwijs al die perspectieven een rol geven? Is er iemand die daar niet op zit te wachten? Ja, ik hoorde net Erik. Je pleit stiekem toch voor wel een nationaal beeld wat ze dan toch wel kunnen meegeven. Als ik je goed begrepen heb, anders moet je me weer tegenspreken. En het gevaar van dat multiperspectieven is dus dat mensen onzeker worden. Ten eerste je eigen leerlingen. Dat is voor het leerproces niet altijd goed. Maar toch blijf ik ervoor pleiten. Omdat we juist nu veel dichter bij elkaar wonen dan vroeger. In coronatijd iets lastiger, maar normaal gesproken hebben we veel sneller en massaler contact. En online is ook alles veel bereikbaarder. Dus we zitten zo dicht op elkaar dat als je elkaars perspectieven niet leert inschatten, herkennen, durven aanhoren, hoe pijnlijk het soms ook is. Ik denk dat dat veel belangrijker is ondertussen dan wat is het beeld van ons als natie. Terwijl je gewoon weet dat in je klas mensen zitten en die zeggen, ja, ik woon ook al in Nederland sinds generaties, maar ik voel me hier echt niet door aangesproken. Maar het gaat kennelijk wel over mij, maar niet dus. Ja. Dus die multiperspectiviteit is heel erg belangrijk. Met elkaar in gesprek raken is heel erg belangrijk. Horen hoe dat verhaal door de ene wordt geleerd en gehoord en hoe door de ander of nog nooit gehoord is, terwijl het kennelijk ook bij jouw verhaal hoorde. Die contacten vinden wij eigenlijk het meest belangrijke. En het gevaar is dat je het verhaal kwijtraakt. Erik, jij wil reageren. Ja, wat ik wou zeggen is, het punt is waar je volgens mij naar moet streven, is dat je dit verhaal vertelt niet vanuit het idee, nou, wij Nederlandse leerlingen, wij zijn van de kant JP Koen. Wij zijn van de kant de kok. En aan de andere kant heb je Indonesië en dat is de kant Diponegoro. Maar je moet het volgens mij vertellen vanuit vraagstukken over vrijheid, vanuit vraagstukken over eigen bestuur, vanuit vraagstukken over wat is kolonialisme en wat betekent dat voor ons nu? Hoe zie je dat nog steeds terug? Zeker in het geval van modern imperialisme. En dat zijn belangrijke vraagstukken waar alle leerlingen zich, als het goed is, als ze snappen waar het over gaat, dan snappen ze dat het ook over hen gaat. Want geschiedenis gaat uiteindelijk altijd over jezelf. Ik denk dat daarvoor heb je die multiperspectiviteit nodig. Dus ik probeer zo
zo meerstemmig mogelijk les te geven. Maar we moeten niet vergeten dat de generatie die wij opleiden, dat die generatie straks nieuwe Nederlanders, volwassen Nederlanders zijn, allemaal. Waar hun voorouders verder ook vandaan komen, dat zou volgens mij ook. En zij zijn dus ook allemaal verantwoordelijk voor ons gedeelde verleden. Omdat ze nou eenmaal allemaal Nederlanders zijn. En ik denk ook dat ze met die blik dus kunnen kijken naar het verleden. Ja, het is misschien een wat ingewikkeld verhaal, maar volgens mij is dat de manier waarop we het moeten aanvliegen. En daar hoort dus ook bij dat je soms een jaartal uit je hoofd moet leren. Ik snap het. Nou ja, ik denk dat het ingewikkelde is natuurlijk dat je dat. Ik denk dat iedereen jou volgt hierin, maar we hebben ook gehoord dat het geschiedenisonderwijs steeds minder ruimte krijgt. Ja. Dus je moet keuzes maken, want je kan niet maar eindeloos perspectieven bieden. Want je vroeg net, wie is er tegen? Wat is het slachtoffer of zo? Nou ja, ik kan het heel eenvoudig vertellen. Als ik 10 lessen in de onderbouw, als ik 10 lessen over Indonesië ga hebben, dan. Het feminisme bijvoorbeeld. Dat komt dan niet aan bod. Dus heb ik de dolle mina's op mijn dak. Ongeveer in hetzelfde tijdvak. We hebben de bezetting. Dus er is gewoon een beperking in tijd. En dat is de kunst van de geschiedenisleraar. Om te zien, ja, wat is belangrijk, wat doet er toe en wat niet. En ik hoorde dat in 94 er meer ruimte was voor geschiedenisles. Dus ik hoop dat die tijd terugkeert. Laatste vraag. Zien jullie het, Feba, zie je het voor je dat uiteindelijk dat, en is het ook wenselijk, dat Nederlands geschiedenisonderwijs over deze periode en het Indonesische geschiedenisonderwijs over deze periode, dat op een of andere manier meer op elkaar afgestemd raakt of meer met elkaar vervlochten raakt? Dat jij, als jij naar Leiden was gekomen, hè, met jouw klasgenoten eigenlijk precies dezelfde kennisoverdracht had gehad? Nou, van mij hoeft het niet precies hetzelfde, want je snapt wel dat het belang van de natie natuurlijk een rol speelt in geschiedschrijving. Ja. Maar meer van de multiperspectieven, zodat wij dan naar elkaar kunnen kijken, maar ook van elkaar kunnen leren. Maar wat ook belangrijk voor mij is, naast bewustwording, ook dat we dan van het stereotype beeld wegkomen. Ik bedoel, als ik nu naar mijn geschiedenisles terugkijk, dan is het heel simpel, heel stereotyp. En zo is het ook, denk ik, bij de Nederlanders. En als we dan wegkomen van de stereotyp, kunnen we ook beginnen te herkennen hoe kolonialisme eruit ziet. Hoe je dan het kolonialisme kunnen herkennen, zodat je dan niet dezelfde fouten maakt. Mm-hmm. Maar Feba, als je nou één van die helden moet noemen die al mijn leerlingen moeten kennen, die ze vermoedelijk nog niet kennen, wie zou je dan? Dan ga ik er gewoon les over geven. Zo eenvoudig is het toch? Kartini. Dat wist ik. Dat is wel makkelijk, want dan via Kartini kun je dan over Indonesische helden hebben, maar ook over feminisme in Indonesië. Hey. Kijk. Dank je. Nou, Feba, je hebt het echt helemaal rondgemaakt. Die heb ik nog niet op de lijst gemaakt. Staan. Dus, ja, precies. Anteun, Feba en Erik, ontzettend veel dank voor dit gesprek. Applaus. En terwijl zij gaan zitten, introduceer ik Esme Begeman. Zij is theaterregisseur, gespreksleider en performer en zet zich met haar werk in voor het debat over decolonisatie en diversiteit in Nederland en Europa. En ze is ook nauw betrokken bij het theater voor Ketikoti en bij het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag. En momenteel werkt ze in het kader van het Jacob Alblom Company talentontwikkelingstraject. Samen met Rut Borg aan Remains of Violence. Een voorstelling waarin de nasleep van geweld wordt onderzocht. Esme Begeman. Duizenden jaren geleden,
ontdekte de eerste mens hoe hij vuur kon maken. De uitvinder van het vuur werd verbrand aan dezelfde paal die hij zijn broeders had leren aansteken. De uitvinder van het vuur werd gezien als een boosdoener, die omgang had gehad met een demon waarvoor de mensheid bang was. Maar vanaf dat moment had de mens wel vuur om zich mee te verwarmen, zijn hol mee te verlichten en er zijn eten op te koken. Niet veel later vond iemand het wiel uit. Hij werd gevierendeeld op de pijnbank die hij zijn broeders had leren bouwen. Hij werd beschouwd als iemand die zich in verboden gebied had gewaagd. Maar vanaf dat moment kon de mens wel reizen tot voorbij de horizon en waren de wegen van de wereld voor hem geopend. Door alle eeuwen heen zijn er mensen geweest die nieuwe paden baanden. Met geen andere wapens dan hun eigen visioenen. Dit hadden ze allemaal gemeen. De paden waren onbetreden, hun schreden waren de eerste. De visioenen waren van niemand geleend en het antwoord dat ze kregen was haat. De eerste motor werd beschouwd als een idioot apparaat. Het vliegtuig werd onmogelijk geacht. Het mechanische weefgetouw werd gezien als iets misdadigs. Narcose werd zonde geacht. Maar de mensen met een nieuw visioen gingen verder. Ze vochten, ze leden, ze betaalden en ze overwonnen. Wat is, zal niet altijd zo blijven. Ik ken de overheerser met één enkele blik van pijldiepte. Ik zie hem in die illusie van beschaving en humaniteit. En ik weet dat ze niks voorstellen. Terwijl ik hem de titel van heer en meester geef, zie ik hem diep en zijn democratische koopmansnatuur. En minacht hem stil. En oordeel hem met een glimlach. En begrip ken ik enkel voor mijn broeder en zuster die glimlachen als ik. Nooit verzet ik me tegen de vorm van slaafse knechtschap. Maar ik weet me stil de meerdere. Ik heb mij nooit overheerst gevoeld. Ik schik mij, ik vlei mij lenig neer onder mijn noodlot. En in het stof kruipende eerbied. Maar diep in mijn ziel leef ik mijn eigen mysterieleven in vrijheid. Een leven verborgen voor de westerse blik. Hoezeer deze ook het geheim te doorgronden zoekt. Diep in mij ben ik heilig zeker van de eigen mening en zo wijd verwijderd van alle overheersersgedachten, overheersersbeschaving, dat een verbroedering tussen meester en dienaar nooit zijn zal. Dat onoverkomelijk blijft het verschil dat voortwoekert in ziel en bloed. Onuitgesproken hoop ik dat een God zal oprichten wat neer is gedrukt. Ergens in de ver verwijderde opendeiningen van een dageradende toekomst. Maar ik voel het. En hoop het. En weet het. In de diepste innigheid van mijn ziel. Die ik nooit opensluit voor mijn heerser. Die ik ook niet zou kunnen opensluiten. Die altijd blijft als het onleesbare boek in de onbekende, onvertaalbare taal, waarin wel de woorden dezelfde zijn, maar verschillend de tinten van de woorden. En anders regenbogend de schakeringen van twee gedachten.
prisma's waarin de kleuren verschillen. Als brekende uit twee zonnen. Stralingen uit twee werelden. Ik weet niet waarom u zich rekenschap wil geven van uw verhouding tot mij. Van al wat ik voor u betekende en nog beteken. Misschien prikkelt u mijn onherroepelijk, onbegrijpelijk anders zijn. Dat verschil van geest en bloed, dat in uw kinderjaren nog geen problemen opwierp. Maar dat nu des te kwellender schijnt. Ik weet, u poogt niks anders te doen dan het in kaart brengen van onze gezamenlijk doorgebrachte jeugd. U poogt het beeld van die jaren vast te leggen, die nu zo spoorloos verdwenen. Als waren zij niet meer geweest dan rook in de wind. Maar is het daarbij overbodig toe te geven dat u mij niet begreep? U kende mij. Zoals u de bergmeren op Sumatra ooit kende. Spiegelende oppervlaktes. De diepte peilde u nooit. Dankjewel, Esmee. We gaan nu kijken naar een filmpje van een aantal respondenten van het onderzoek van de Volkskrant op dus die vraag hoe zij kijken naar die 350 jaar geschiedenis. Akimura. Insinyur Soekarno, Agus Salim, Kaya Jia Simasari dari NU. Untuk tokoh perempuan, Junaidin. Muhammad Hatta, Tan Malaka. Imam Bonjol sama Pangeran Diponegoro, kalau nasional. Kalau di tempat kami, ya tentu saja Raja Alam. Kapiten Patimura. Jenderal Sudirman. Sama Pangeran Diponegoro. Si Bapak Pendiri Budi Utomo itu, Dr. Sutomo. Yang melekat sih Muhammad Hatta ya, Bu Hatta ya. Van den Bos sama satu lagi tuh Wilhelmina. Iya, Wilhelmina. Dan J.P. Kun atau dan Peter Kun. Dos Dekker sama ponakannya atau anaknya itu yang dua bersaudara itu kan? Van den Bos. Tahu saya sih itu ya Dos Dekker ya yang saya paham. Den Blas. Johannes Benedictus van Hus ya. Itu seorang gubernur jenderal karena beliau waktu itulah yang melakukan penyatuan seluruh Nusantara ini di bawah pemerintahan kolonial Belanda gitu. Kayaknya sih yang paling buruk aku sih yaitu perang Aceh gitu. Belanda yang menggunakan sistem kelas sosial ya. Karena setahu saya itu ada kelas Eropa, Timur Jauh, sama apa pribumi ya. Perang Aceh itu masuk? Tanam paksa. Iya, tanam paksa. Sistem tanam paksa dan juga pemerintah Belanda itu tidak memberikan pendidikan yang sistematik dan menyeluruh. Yes.
En bij mij schuift aan Michel Maas vanuit de Volkskrant en van initiatiefnemers ook van deze enquête. Welkom, ga zitten. Ik zal je even introduceren. Een journalist en schrijver. Je was 18 jaar lang correspondent voor in Indonesië. Vanaf 2001 voor de Volkskrant en later ook voor de NOS. In 2019 keerde je terug. Werkt nu als freelance journalist voor allerlei projecten. Dit project dus ook. En je bent ook gelieerd als fellow aan het Zuidoost-Azië afdeling van Instituut Klingendaal. Als ik het goed heb. De meeste obvious vraag natuurlijk. Waarom dit onderzoek? Wat was de motivatie voor dit onderzoek? Hij doet het gewoon hoor, of niks? Ja. Nou ja, de aanleiding was dat we in gesprek raakten en we dachten we moeten iets met Indonesië doen, maar wat zullen we gaan doen? Want, waarom moesten jullie iets met Indonesië doen? We wilden iets met Indonesië. Okay. En het is nu heel erg actueel omdat er zo'n grootscheeps historisch onderzoek aan de gang is wat binnenkort gepubliceerd wordt. En van die drie onderzoeksinstituten, hè? Die dat, ja. En een tentoonstelling in het Rijksmuseum komt eraan. Ja. Dus wij dachten we gaan ook wat doen. En er kwam al heel gauw dit beeld tevoorschijn in het gesprek. Ja. Van iemand die terug wilde gaan naar het huis van zijn voorouders, zijn ouders. Mm-hmm. En van daaruit een verhaal wilde schrijven over waarin toch heel veel nostalgie doorklinkt. Hè? Dat is de nostalgie die je ziet als je zo'n foto ziet, dan voel je dat opkomen. En ja, ik heb 18 jaar daar gewoond en ik heb dit verhaal zo vaak daar voorbij zien komen, want bijna iedere Nederlander die naar Indonesië gaat, heeft iets met Indonesië. Er zijn ook de mensen die het verhaal van Indonesië aan elkaar doorvertellen. Dat zijn mensen die iets met Indonesië hebben. En die gaan naar Indonesië om terug te vinden wat ze met Indonesië hebben. En dat is om te beginnen iets wat er niet meer is. Een verleden, een romantisch verleden, geromantiseerd verleden wat ze gaan zoeken. En ze gaan naar Indonesië op zoek naar stukjes Nederland, naar de villa's daar. Ze willen allemaal graag iets herkennen van Nederland in Indonesië. En dat verhaal, ja, ik zei al, ik heb het zo vaak gehoord toen ik daar woonde, dat ik dacht van, misschien kunnen we het omdraaien en gewoon de Indonesiërs eens gaan vragen wat zij daar nu allemaal van vinden. Ja. Want dat blijkt tot nu toe eigenlijk nog nooit te zijn gebeurd. En toen is er een moeizaam proces op gang gekomen, waarin we elkaar moesten overtuigen van het nut van deze exercitie en ook van de aanpak. En, zijn jullie, jullie hebben waarschijnlijk dus op het nagedacht van gaan we dit kwantitatief of kwalitatief doen en dat soort dingen. Maar uiteindelijk zijn jullie uitgekomen van we moeten een partner hebben in Indonesië, neem ik aan. Dat werd Historia. Ja. Moet ik daar net bij .id zeggen of heet het gewoon Historia? Ja, de website heet historia.id. Oké, Historia. Hoe ging dat? Zeiden zij van, wat fijn, jullie gaan eindelijk vragen wat wij ervan vinden. Of hoe ging zoiets? Bijna wel, maar eerst hebben we heel lang moeten nadenken wie we zouden gaan vragen. Want je kunt natuurlijk niet de straat op gaan en willekeurige Indonesiërs gaan vragen wat vind je van de koloniale periode. Dus we kwamen naar wat denken toch al gauw uit bij historisch geïnteresseerde mensen. En Historia, dat kende ik als website en als forum voor mensen die met geschiedenis bezig zijn. En ja, zo zijn we daar terecht gekomen. En daar waren ze eigenlijk, de hoofdredacteur was Bonnie Triana, die was eigenlijk vrij snel al enthousiast voor het plan. Ja. En daar begon dan weer een hele lange discussie over hoe we het dan verder uit gingen voeren. Ja. Ja. Maar ze waren wel blij met het initiatief, want ze hadden ook daar het gevoel dat het hoog tijd werd dat dus gebeurde. Ja, en in die samenwerking kwam je er toen ook al achter dat zeg maar de gebeurtenissen of de personen en de jaartallen die wij belangrijk achten, dat die misschien in Indonesië helemaal niet hetzelfde gewicht hebben. Werd daar meteen duidelijk dat die verschillende geschiedenislessen? Ja, dat was eigenlijk al duidelijk. Vooral dat het verschil van de datum van de onafhankelijkheid bijvoorbeeld, dat 17 augustus 1945 tegen de stug volgehouden Nederlandse houding van 29 december 1949. Ja. Dat was formeel. En, dat is één ding. Een ander ding is dat ze in Nederland voortdurend praten over politionele acties. Ja. Terwijl die in Indonesië een hele andere naam hebben. Die heette agressie militair. Ja. Wat het in feite ook was. Ja. En zo zijn er veel meer onderdelen die heel
duidelijk en klaarblijkelijk anders worden opgevat. En nou ja, dat was... Ja. We gaan straks ook uitgebreid stilstaan, hè, bij sommige uitkomsten, ook met de andere sprekers. Maar jij zei van, eigenlijk was er nooit gevraagd aan Indonesische school, wat vinden jullie nou eigenlijk? Maar jij hebt 18 jaar in dat land gewoond en gewerkt. Twee vragen van, wat kreeg jij in die 18 jaar mee van hoe de Indonesiërs erover dachten? Laat ik dat eerst eens vragen. Wat zijn de grote lessen die jij daar hebt geleerd of inzichten die jij daar kreeg? Nou ja, ik kwam inderdaad met dezelfde blik als de meeste Nederlanders naar Indonesië. Maar ik heb daar heel veel contacten gehad, onder andere bijvoorbeeld met veteranen. Die op een hele andere manier over de jaren 40 spraken van veteranen in Nederland. Ze waren veel blijmoediger, zal ik maar zeggen. Ze hebben ook gewonnen, dus dat maakt het wel een stuk makkelijker. Maar een man die een vriend van mij zou worden, die was een vrijheidsstrijder in de jaren 40, tweede helft van de jaren 40. En die was heel opgewekt toen hij hoorde dat mijn vader daar ook gevochten had, aan de andere kant. En hij vond het een prachtig idee dat hij misschien wel op hem geschoten had. Ja, ja, gedeelde geschiedenis. We hebben daar heel gezellig over kunnen praten. En ik heb hem gezegd dat ik heel blij was dat hij dan gemist had. Want anders was ik er niet geweest. Maar dat was wel iets van die, twee manieren om naar dezelfde oorlog te kijken. Uh-huh. En nou ja, aan het eind van mijn verblijf daar heb ik een kleine rol gespeeld in een speelfilm Bumi Manusia. Ja. En die film is gemaakt naar een boek van Pramudya Anantatur. En die beschrijft eigenlijk de periode voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar het beschrijft ook de Indonesische samenleving daar. Onder andere die deling tussen, je hebt Nederlanders, je hebt Indo's, je hebt de gelaagdheid. Je hebt de Chinezen en daar helemaal onderaan heb je dan de Indonesiërs. En verhaal, dat was iets wat in Indonesië eigenlijk nog nooit vertoond was. Want het boek was verboden. Waarom? Omdat de schrijver linkse sympathieën had. Uh-huh. En uiteindelijk is het wel een van de beroemdste boeken in de literatuur in de wereld. Het boek wat mensen kennen als het over literatuur in Indonesië gaat. Maar dat boek is verfilmd. Dat was ook al een hele stap. En die film die heeft heel veel losgemaakt, omdat mensen nog nooit gehoord hadden van het verschijnsel Niai. Dat is de Indonesische bijvrouw. Ja. Van hoe die rassenwetten werkten. En ik was in die film een rechter. Ja. Een Europese rechter. En ik moest een Indo-meisje die dochter was van een Nederlandse vader. Die moest ik met de wet in de hand terugsturen naar Amsterdam, waar ze nog nooit geweest was. Omdat zij volgens mijn wet een Nederlandse was. En nou ja, ik heb dat kleine rolletje zo goed mogelijk gespeeld. Nee. Iedere keer als het was opgenomen, liep ik naar de hoofdrolspeelster toe. Die speelde die Niai, de moeder van dat meisje. Ja. Die altijd voor dat meisje had gezorgd. En ging ik me excuseren. Van, ja, sorry, maar ik bedoel het niet echt zo. Er is geen acteur aan je verloren gegaan, zo te horen. Uiteindelijk zei ze ook van, that's called acting. Ja. Maar je komt daar wel jezelf tegen, zal ik maar zeggen. Van, je komt tegen hoe dat ingreep in het leven van mensen. Hoe de Nederlanders met de wet in de hand, met hun rassenwetten in de hand, gewoon een bruidspaar uit elkaar haalde. De jongen was Javaan, die moest blijven. De meisje was Nederlands, die moest weg. Ja, een van die respondenten zei dat ook in het filmpje net. Hè, van, nee, je ziet het niet nu, maar die enorme hiërarchische, die hiërarchisering van de samenleving als erfenis eigenlijk van het Nederlands kolonialisme. Ook nog even een kritische vraag, want je zei van ja, we hebben nooit uit het Indonesische perspectief gevraagd, maar jij was 18 jaar lang correspondent. Ja. Waarom heb jij in die 18 jaar, je hebt natuurlijk een opdrachtgever, waarom heb je er niet naar gevraagd? Was er geen interesse? Kwam het niet bij je op? Hoe? Ik heb er wel wat aandacht aan besteed, maar het ging eigenlijk altijd in de berichtgeving over het Indonesië van nu. Ja. Er was altijd een dringender aanleiding dan de geschiedenis om over te schrijven. En bijvoorbeeld natuurrampen, daar waren er nogal veel van in Indonesië. Maar ook terrorisme, de opkomst van de islam, corruptie, al dat soort zaken die eisten zoveel aandacht op. Yeah. Ik af en toe eens een keertje iets aan
aan het veteranenwezen en aan de geschiedenis deed, maar niet veel. Nee. Nee, eigenlijk was natuurlijk in die tijd was Nederland zelf ook niet zo. Je zag natuurlijk aan de ene kant allemaal toeristen, zag jij voorbij komen op zoek naar hun verleden. Maar in het nieuws speelde natuurlijk onze eigen rol op dat moment nog niet zo'n heel grote rol. Of... Ja, soms speelde die. Het speelde dus op als het ging in discussie over die datum, die 17 augustus. Die kwam ook in de politiek. De minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, die kwam er heel dichtbij. Die erkende die 17 augustus, maar wel... Alleen maar de facto, niet de jure. Dus je moest er geen handtekening onder verwachten. Maar vanaf die tijd ging de ambassadeur wel op bezoek om 17 augustus te vieren. Uh-huh. Maar dat waren momenten waarin dat even actueel werd. Het werd actueel toen er schadevergoeding betaald moest worden aan de weduwen van Rawakedee, de weduwen in Sulawesi, van slachtoffers van die periode van 1949-1947. En... Ja, dan schrijf je erover, dan besteed je de aandacht aan. Nou, we gaan het straks zeker nog hebben ook over hoe Indonesiërs van nu denken over de erkenning van die datum en over schadevergoedingen. Voor mij nu, voordat ik mijn volgende gasten uitnodig, wat vond jij nou in dit hele onderzoek een uitkomst dat je dacht van, ah, dat verrast me echt met jouw 18 jaar ervaring dat je daar woonde? Nou... Twee dingen. Eén was een beschrijving van de Nederlandse kolonie, van de Nederlandse aanwezigheid. Voor mij was het eigenlijk een soort van zelfsprekendheid. De Nederlanders gingen daarheen om handel te drijven, bleven daar hangen en het werd een kolonie. En zo is het gekomen. Maar ik kreeg van een respondent een beschrijving die heel anders was. Het was eigenlijk alsof de Nederlanders geparachuteerd waren als soort buitenaardse wezens. Uh-huh. Ze hadden dat land zich toegeëigend, hadden daar hun eigen soort land gebouwd. Yeah. Ze leefden daar in een bubbel. Helemaal los van die Indonesiërs die daar allemaal woonden. Yeah. Alleen degenen die ze konden gebruiken, die werden toegelaten in hun omgeving. En het was dus... De kolonie was eigenlijk alleen maar, die bestond voor de Nederlanders alleen maar. Was er voor hun profijt, was er voor hun plezier en voor de nostalgische gevoelens die wij nu nog allemaal hebben. Terwijl de Indonesiër, voor de Indonesiërs betekende het eigenlijk alleen maar narigheid. Ja, nou dat wist je misschien wel, maar meer dat die kolonie eigenlijk dus een soort UFO, die was geland, zeg maar, en die helemaal afgesloten dus was. Dat het zo'n bubbel was waar Nederlanders al die tijd in hebben gezeten. Ja. En dat weet je, maar je ziet het toch wat rooskleuriger voor je. Ja. En een van de antwoorden die ik heel interessant vond was dat er zoveel waarde werd gehecht aan het cultuurstelsel als onderdrukkend mechanisme. Daar stop ik je even, want dat vond ik ook heel interessant. En daar wil ik graag ook anderen. Julia Patopang, welkom. Je werkt als schrijver, programmamaker en historicus. Gespecialiseerd in de postkoloniale geschiedenis van Indonesië. Geboren en getogen in Indonesië, maar kwam hier studeren. Koloniale geschiedenis en globalisering, ook aan de Universiteit Leiden. Een hele dichte relatie volgens mij tussen de Universiteit Leiden en Indonesië. Je werkt voor verschillende instanties. Even kijken, laat ik een paar opnoemen. Waar altijd natuurlijk de Indonesische geschiedenis centraal staat. Radio de Wereldomroep. Het project van het Indische Herinneringscentrum genaamd Huizen van Aankomst. Welkom. En hier dan Martin Bossenbroek. Hij is historicus. Ga zitten. Werkt onder andere aan de Universiteit van Leiden ook weer. En de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. En de Universiteit Utrecht. Hij is auteur van verschillende historische klassiekers, waaronder De Boerenoorlog, ander continent. Maar zijn nieuwste boek heet, daar hebben we hem weer, De Wraak van Diponegoro. En het belicht het begin en het einde van Nederlands-Indië, zoals dat werd beleefd en mede vormgegeven door de Nederlandse en de Indonesische hoofdrolspelers. Dus zeer bezig met die twee perspectieven, waar het natuurlijk over gaat. Welkom allebei. Ja, ook eigenlijk, ik neem aan dat jullie het onderzoek hebben gezien en de uitkomsten. En ik vraag ook aan Julia, voor jou Julia, van wat was voor jou een hele opvallende uitkomst uit dit onderzoek? Ja, inderdaad, eigenlijk bijna precies hetzelfde als Michel. Ja, dat er veel interesse is in cultuurstelsel, dat het opmerkelijk heel veel
Mensen hebben dat geantwoord. Ja. En J.P. Koen. Ja, en wat, wat dan? Wat was de vraagstelling? Wat hij heeft gedaan. Massamoord in Banda Neira heb ik gezien. Dat er nu wel ter sprake komt. Ja, want Martin, ik weet niet of het jou ook opviel. Maar het was dus de vraag was volgens mij... ik weet niet of we hem erbij kunnen halen. Van wat was de meest traumatische tijd van het kolonialisme? Kijk hoor, waar staat hij? Ja, the worst event during which period do you think was the worst event during Dutch colonization? En ik denk dat heel veel mensen misschien hier in Nederland dan dachten, nou dat zal wel een van de geweldsuitbarstingen zijn, die staan er ook bij. Maar de allermeeste mensen zeggen dat cultuurstelsel. Nou, toch heel even, Martin, voor mensen die het niet weten, helemaal niet onder. Wat was dat cultuurstelsel en waarom denk jij dat dat als het ergst werd gezien? De eerste vraag wat het precies inhield, dat is ingevoerd door Johannes van den Bos, ook al een naam die langsgekomen is. En het is een stelsel van verplichte bebouwing van cultuur, van exportproducten. Ja, koffie, cultuur als een exportproduct. Precies, ja. 1/5 van het land moest daarmee bebouwd worden. En dat werd vervolgens door de Nederlandse Handelmaatschappij overgebracht naar Nederland waar het werd verkocht. Ja. Het bekende boek van Multatuli verwijst er ook naar. Dichterbij? Ja, super. Dus dat is, en wanneer was dit exact? 1830 tot 1870. Daarna is het vrijgegeven. Ja. Ja. En dus ook die naam, Johannes Bos. Ik had nog nooit van de beste man gehoord, maar in Indonesië dus wel. Ja. Julia, het verraste jou. Is het, als we het weer nog heel even hebben over dat geschiedenisonderwijs, hè? Leerde je veel over dat cultuurstelsel? Vroeger werd het inderdaad, zoals wat Veba ook heeft uitgelegd, niet echt gedateerd over een bepaalde periode. Ik bedoel, je hebt de data, je hebt jaartaal en de namen, maar niet gedetailleerd. Nu, heb ik begrepen, wordt er nou iets gedetailleerder dan vroeger. Dus ook het verhaal daarachter. Wie is Johannes van den Bos? Dat ken ik sowieso van mijn periode toen ik nog in middelbare school zat. Maar nu wordt het ook verteld wat voor man hij was. En waarom heeft hij uiteindelijk cultuurstelsel uitgevoerd. En hoe is het eigenlijk verlopen met de stelsel in Indonesië? Ja, want gewoon, waarom denk je dat de Indonesiër anno nu dat ziet als de ergste periode en niet bijvoorbeeld de slachting op Banda, ik zeg maar wat, of de decolonisatieoorlog? Wat is het trauma daar? Nou, het heeft ook denk ik te maken met de boeken die ze nu, de boeken, de filmen en al die verschillende informatie die de jongere generatie nu hebben kunnen ontvangen of vinden in online. Maar ja, het heeft ook een beetje te maken met het verhaal van Max Havelaar. Het verhaal van Multatuli is heel bekend in Indonesië. Ja. En het wordt duidelijk gezegd over de uitbuitingen, de hongersnood en het feodalisme die dan door de lokale vorsten ook werd gedaan. Dus eigenlijk die samenwerking ook soms tussen de Nederlanders en de koninkrijken, de vorsten. Is dat ook het trauma, dat Martin, dat er is samengewerkt? Of hoe moet ik dat zien? Nou, dat is wel een van de dingen die mij opgevallen is uit de enquête. Omdat ik heb ook die diorama's mogen bekijken. Niet op mijn lagere school, maar een paar jaar geleden, in 2018. En toen waren ze nog in dezelfde staat als in 1995 kennelijk. En ik geloof dat ze nog steeds niet veranderd zijn. Hè? Die 51 diorama's. Hè? Nederland heeft de 50... vensters, een historische kanon van 50 vensters. En Indonesië heeft dus een kanon van 51 diorama's, waar dus iedereen verplicht naartoe moet op de lagere school. En wat mij, ik heb natuurlijk die diorama's en wat ik daarvan gezien heb, en ik heb ze allemaal gezien en bestudeerd, vergeleken met de uitkomsten van de enquête. En ik vond inderdaad wel opvallend, de cultuurstelsel is, dat springt er in die diorama's niet uit, dat is er één.
Dat is één diorama van de 51. En verder zijn het veel meer geweldsuitingen, veel meer oorlogssituaties. En dat vond ik wel opvallend dat kennelijk zo toch aan het verschuiven is. Hè. We hebben hier in het eerste deel van het gesprek gehoord dat er één historisch narratief is in Indonesië, min of meer opgelegd door de overheid. Maar het lijkt erop dat toch de laatste jaren wat in ieder geval bij de lezers van Historia wat aan het schuiven is. Ik bedoel, je had het over Banda, wordt genoemd in de enquête, maar die Banda komt niet voor in die diorama's. Nee, want ook in de geschiedenisboeken die van toen, ik zal zeggen jaren 90, werd er niet genoemd. Dat is toch kennelijk ergens opgepikt door die lezers van Historia. Dan kan ik wel zeggen dat komt natuurlijk door verschillende bronnen, online. Ja. Dus mensen. Dat zijn ook denk ik de meeste respondenten van de enquête zijn toch jongeren, een leeftijd van. Ja. En het zijn mensen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis. Dus kan je wat vertellen over die groep die heeft gereageerd? Want is het representatief voor Indonesië, dat krankzinnig grote land? Nou ja, dat kwam natuurlijk in die discussie wel naar voren. Van wie gaan we dat vragen? En het is niet representatief, want het zijn mensen die hoog opgeleid zijn. Het zijn mensen die historisch onderlegd zijn, of in ieder geval belangstelling hebben daarvoor. Dus het is een vrij kleine groep, maar het is wel een groep waarvan wij verwachten dat ze antwoorden zouden geven waar we iets mee konden. Dat ze dus niet alleen maar reproduceren wat ze op school geleerd hebben, maar dat ze ook weergeven hoe wat ze daarbij denken, wat ze daarbij voelen. En waren dat ook inderdaad dus voornamelijk wat jongere mensen, wat dan ouderen? Weet je dat, Michel? De gemiddelde leeftijd is vrij laag. Ik bedoel, laag onder. Het zijn mensen 40, 30, 40, 50, hoogop. Julia, het feit dat wij hier zo verbaasd zijn over dat cultuurstelsel, komt dat toch ook weer niet door de naam? Omdat in Nederland heet het cultuurstelsel. Ja, je denkt ergens nog misschien dat het de invoering was van opera en ballet. Als je echt heel achterloos bent en dan leer je van. Heeft het ook te maken met dat het lijkt een heel onschuldig woord, de invoering van het cultuurstelsel. Wat zijn jouw gedachten daarover? Over In Indonesië wordt er ook gezegd als tanam paksa. En dat is letterlijk forced labor. Yeah. En als je begint met forced labor, dat zegt al genoeg eigenlijk. Dus daar zit eigenlijk ook al zo'n heel groot verschillend inzicht of waar je begint te kijken naar de geschiedenis. Wil iemand nog wat zeggen over dat cultuurstelsel? Ja, misschien is het toch goed om te beseffen dat de invoering van dat cultuurstelsel, dat eigenlijk het begin was van Indonesië als kolonie. Nederlanden. Daarvoor was het een verzameling handelsposten, er waren wat militaire posten. Maar met dat cultuurstelsel werd voor het eerst het hele volk onderworpen en werd de hele boerenstand werd gedwongen om een deel van zijn oogst af te staan en om ook dingen te gaan verbouwen die ze niet konden eten, zoals koffie. Ja. Mag ik daarop nog eventjes doorgaan? Want het cultuurstelsel is in wetenschappelijke kring in Nederland bepaald geen onontgonnen terrein. Daar is al decennia lang een hele toch wel diepgaande discussie over geweest wat dat nu eigenlijk heeft betekend. Dat het Nederland ontzettend veel geld heeft opgeleverd, dat staat buiten kijf. Maar wat het effect is geweest op de Indonesische samenleving, daar is al, denk ik al in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw, echt een behoorlijke pittige discussie geweest van was het effect nu echt desastreus? Waren hongersnoden direct gevolg van dat cultuurstelsel, van die gedwongen cultuurreis? En hoe rijm je dat dan met de exponentieel toenemende bevolking van Java in dezelfde periode? En dat is een discussie geweest die zich heel erg heeft afgespeeld in wetenschappelijke kring, met name tussen Leiden en Utrecht en Amsterdam, de drie universiteitssteden die daar het meest zich hebben mee bezig gehouden. En dat is tegelijkertijd wel tekenend, want er werd gevraagd in het eerste gesprek ook, is er nu aan de Nederlandse kant ook één narratief? Nee, dat is er niet. Er zijn er vier. En als ik die even kort, maar ik zal ze niet uitvoeren, maar even kort aanstippen. Je hebt in Nederland vier verhaallijnen als het gaat over Nederlands-Indië-Indonesië. Het eerste is het slachtofferschap.
van de mensen die daar in de Tweede Wereldoorlog en in de periode daarna geleden hebben onder bezetting en geweld. Uh-huh. Teruggekomen zijn in Nederland en die hele periode al zeer traumatisch ervaren. Je hebt de lijn van het daderschap. Dat is, en dat zit hem dan heel specifiek in degene die daar, de Nederlanders, die Nederlandse militairen die daar gevochten hebben en zich daar misdragen hebben volgens dat narratief. En dat wordt ook wel uitgebreid tot de hele periode het hele koloniale bewind, de onderdrukking. Dan is er de derde lijn, dat is de nalatenschap. En dat is de band met Indië die net ook werd beschreven. Mensen voelen zich verwant omdat ze daar uit gedeeltelijk, althans van moeders, grootmoederskant, afkomstig zijn. Ja. En die band is buitengewoon zintuigelijk. Dat gaat om smaak, dat gaat om geluiden, dat gaat om eten. Ja. Dat is de derde. En dan is er de vierde. En die komt in, ja, zo nu en dan opduiken. En die zal binnenkort weer opduiken als het gaat om het onderzoek. Dat is de wetenschap. En daar is het veel meer een, ja, waar je in de, aan de kant van het slachtofferschap is het emotioneel. Kant van het daderschap is het moreel. Kant van het nalatenschap is het zintuigelijk. De kant van de wetenschap is het rationeel. En die rationele discussie over het cultuurstelsel. Of dan bijvoorbeeld dat die nadelen voor de bevolking werden gecompenseerd door het plantloon. Nou, die discussie herinner ik mij nog, nou niet levendig, maar ik herinner het mij nog omdat ik toen in Leiden werkte. En ja, het is mij, ik dacht dat daar al zo'n beetje consensus over was. Maar dit is voor mij nieuw en leerzaam om te zien dat het in Indonesië in ieder geval, juist onder goed geïnformeerde jongeren, bepaald niet beslist is. Julia. In mijn optiek, dat betekent dus dat de jongere generatie van nu in Indonesië denkt dat cultuurstelsel is inderdaad zoals wat Michel Maas zei, ja, dat het begin van het kolonialisme, ja, de koloniale overheid van Indonesië. En de impact van het kolonialisme zelf is nog steeds voelbaar in Indonesië, maar ook in Nederland. En dat besef is toegenomen, denk ik. Mag ik heel veel wat vragen? Want ik hoor net van, we hebben allemaal lijnen. Heel interessant. Het slachtofferschap. Ik zat daar nog heel even te wachten van, goh, met welk slachtofferschap zal die komen? En toen was ik benieuwd, Julia, hoe jij er naar kijkt. Want de lijn is dus niet het slachtofferschap van de Indonesiërs. Dat is de andere kant van het Nederlandse daderschap. Precies. Dat de Nederlanders zich daar misdragen hebben. Ja. Ten opzichte van de Indonesiërs. Ja. Wat ik heel erg benieuwd ben, jullie, hoe jij dat ziet. Je ziet gewoon, nou ja, ik vind het interessant dat jij zegt van het onderzoek is helemaal niet 5 jaar geleden begonnen. Dat is al decennia, wordt er onderzoek gedaan. Er wordt natuurlijk ook al decennia in de literatuur veel geschreven. Maar je ziet gewoon de afgelopen 5 jaar wel dat er heel veel te doen is over hoe we naar die geschiedenis kijken. En vooral ook naar de rol van Nederland. Ik vroeg me toch af, jullie, hoe jij dat bekijkt, hier levende nu, maar ook de geschiedenis, je wortels in Indonesië. Vind je dat Nederland eigenlijk nog steeds te veel met zichzelf bezig is? Of vind je dat er nu ook echt rekenschap wordt genomen van het Indonesische perspectief? En ook van het Indonesische slachtofferschap daarin? Ik denk, Indonesiërs denken nooit dat zij de slachtoffers zijn. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze gewonnen. Ja. Precies. Dus het hele slachtofferverhaal, dat speelt eigenlijk helemaal niet in Indonesië? Nee, tenminste, zo zie ik dan in de geschiedenisboeken. Ja. En of Nederland tot nu toe alleen maar met zichzelf bezig is, aan de ene kant zeg ik van wel. Nee. Maar er zijn natuurlijk nu discussies over die multiperspectieven die wij hier hebben. En dat koester ik eigenlijk. Want ja, dat moet gediscussieerd worden. En komt die discussie ook in Indonesië ook op? Want dat vind ik heel interessant. Is die ruimte er? Dat is een hele goede vraag. Nog niet zoveel als hier, laat ik het zo zeggen. Ja, want inderdaad, het is heel recent natuurlijk. We hebben het over het schilderij gehad. Ja. Van Raden Saleh en van Pieneman. En als je kijkt naar het schilderij van Pieneman, dat hangt in het Rijksmuseum. Ja. Het schilderij van Raden Saleh hangt in Jakarta, maar de Pieneman hangt in het Rijksmuseum. En daar staat een onderschrift onder, al jarenlang, dat het gaat om verraad van de kok. Ja.
waarbij je dus kunt zeggen, er is empathie voor het Indonesische narratief. Ja. En nou, daar, ik hoop niet dat ik iets provocerends zeg, maar in het boek dat ik net geschreven heb, het verraad, of niet, sorry, de wraak van Diponegoro, ja, ga ik heel, ja, bijvoorbeeld behoorlijk diepgaand in op die befaamde, beruchte ontmoeting in Makelang, waarbij Diponegoro zou zijn verraden door de kok. En ja, we hebben het ook net gehad over die verschillende perspectieven. Ik laat van beide kanten, zowel van de kok als van Diponegoro, de beweegredenen zien, de argumenten. En dan, ja, dan laat ik eigenlijk in het midden van, kun je dit verraad noemen of is dit kwade trouw van de kok of had hij goede redenen? Nou, kortom, ik denk dat je moet proberen om zoiets niet a priori aan te nemen van, oh, dat zit dus zo, maar je open te stellen voor inderdaad die beide perspectieven. En het is niet alleen Nederlands en Indonesisch, maar dan komt ook Engels, Japans en Amerikaans perspectief. En we hebben het gehad over, op de geschiedenisdocent in Indonesië heeft nou niet heel veel vrijheid, hè, om zijn eigen interpretatie van de geschiedenis te geven. Je ziet nu met het grote onderzoek van die drie grote instituten dat er ook wordt samengewerkt met Indonesische academici. Heb jij het gevoel, Julia, dat er wel genoeg vrijheid is voor die academici om op dat niveau, zeg maar, ook echt het onderzoek te kunnen doen in Indonesië en ook die meerstemmigheid te kunnen onderzoeken? De Nederlandse academici bedoel je? Nee, de Indonesische academici. Dat wel, maar ik weet niet zo goed. Zijn er nou? Ik denk dat het nog niet zoveel Indonesische academici worden gevraagd voor. Ja, ik had begrepen dat dit eigenlijk voor de eerste keer ook was, hè, dat er ook het Indonesische wetenschappelijke perspectief eigenlijk werd uitgenodigd om dus mee te doen aan dit onderzoek. Maar dat weet jij niet exact. En ik vroeg me gewoon af van, als er zo'n strenge idee is over wat, hoe je geschiedenisonderwijs geeft, hoeveel academische vrijheid is er dan om ook die eigen geschiedenis te onderzoeken? Vrijheid is er al, want de ontwikkelingen nu in Indonesië zijn, we krijgen nu ook meer kansen om onze eigen geschiedenis te leren, ja, vanuit Nederland, want er zijn genoeg archieven. Ik denk dat dit een goed begin is om inderdaad beide kanten veel meer te belichten. Dus niet alleen maar de Nederlandse kant, Indonesische kant, maar ook nog de verschillende laagjes daaromheen. Ja, dus wat je net al noemde, ook de Engelse kant, de Chinese kant, al die kanten. Laten we bij een andere uitkomst toch nog ook even stilstaan. Dat gaat over natuurlijk die onafhankelijkheidsdatum. Dat is zonneklaar voor de mensen in de enquête, wanneer die onafhankelijkheidsdatum is. Hoe kan het nou dat Nederland anno nu nog steeds niet die onafhankelijkheidsdatum heeft erkend? Wat staat er daar op het spel? Of is het gewoon dommigheid? Nou, het is een heel legalistisch argument wat ze gebruiken. De papieren zijn pas getekend op 29 december 1949. Oh. En dat is een argument dat ze hanteren omdat ze bang zijn, omdat ze er anders op aangesproken worden wat ze die 4 jaar daarvoor in Indonesië allemaal gedaan hebben. Want als ze erkennen dat 17 augustus 1945 onafhankelijk was geworden, dan is het Nederlandse leger is een onafhankelijk land binnengevallen en heeft daar vreselijk huis gehouden en is vervolgens weer vertrokken. En dat is heel iets anders dan wanneer je je eigen gebied probeert terug te winnen en pas aan het eind toegeeft van, nou ja, oké, jullie mogen het hebben. En als ik dan verder ga, want inmiddels, dat heeft een hele andere betekenis, maar inmiddels is de publieke opinie is gedeeltelijk toch al mee van, jullie hadden helemaal niet dat land mogen re-koloniseren, wordt het ook wel genoemd. Dus een gedeelte van het Nederlands volk die vindt dat eigenlijk al. Gaat het dan uiteindelijk toch om de angst voor schadevergoeding? Is dat? Is het prestige of is het aanzien of geld wat er dan speelt? Ik denk dat allemaal. Ja, ik denk allebei. En ik denk ook dat de Nederlandse regering ook toch
altijd bij dit soort afwegingen, als het gaat om Indonesië, toch ook altijd rekening wil houden en houdt met een bevolking, een deel van een eigen bevolking. De Indische Nederlanders. Die daar natuurlijk op een heel andere manier tegenaan kijken. En we hebben daar onlangs... Heeft die groep zoveel invloed op de Nederlandse regering? Nou, invloed, dat zijn Nederlanders die zich ook willen laten horen. Mm-hmm. En die ook vinden dat ook hun perspectief ertoe doet. Mm-hmm. En een heel goed voorbeeld is natuurlijk de ophef die een paar weken geleden is ontstaan over de term Bersiap. Ja. Die door het Rijksmuseum al dan niet gebruikt zou worden. Ja. Daar zijn wat tegenstrijdige verklaringen over geweest. Mag ik heel even, want ik vind dat een hele interessante en ik wil er straks terug op, maar ik wil toch nog even over die onafhankelijkheidsdatum aan Julia vragen. Hangt ermee samen, hè? Want die Bersiap-periode, die speelde zich af na 17 augustus 1945. Ja. Vandaar. Nee, precies. Maar ik zat te denken van... Wat betekent het, denk je, voor Indonesië, voor Indonesiërs nu en de relatie met Nederland, als Nederland die datum van 1945 zou erkennen? Speelt dat voor Indonesië? Volgens mij, want hebben we daar in de enquête, was dat volgens mij wel een vraag, toch? Van, ja. Dat is gewoon van wezenlijk belang, toch, voor Indonesiërs? Ja, dat wel, maar persoonlijk is het wel nodig om dat eigenlijk te erkennen. Maar of dat zou gebeuren, dat sla ik bij aan. Nee, precies, maar zou je kunnen stellen van dat de relatie tussen Nederland en Indonesië eigenlijk nooit kan verbeteren of op een andere manier zich kan ontwikkelen als die datum maar niet vervast staat? Of zeg je van nee, zoveel druk zit er nou ook weer niet op die datum? Zoveel druk, ja, nee. Dat. Zit er, nee, Febe zit ook al te schudden van nee. Nee, want het leven gaat door. Ja. En een geschiedenis is niet altijd op zwart-wit. Er zijn verschillende laagjes. Geschiedenis heeft altijd verschillende perspectieven, verschillende kanten. Ik vind dat uiteindelijk moeten we eigenlijk niet met die laagjes denken, maar gelijk. Want het is altijd zo geweest, alleen maar Nederland en Indonesië. Het is alleen maar tussen Nederland en Indonesië. Mm-hmm. Maar dat is een koepel, Nederland en Indonesië. Maar daarin zitten er nog heel veel verschillende soorten mensen, verschillende soorten groepen. En die moeten een stem krijgen. Dat is belangrijker dan erkenning van bepaalde data. Ik vind in de geschiedenis, misschien is het ook een beetje... mijn journalistieke kant, dat die persoonlijke verhalen van de mensen die dan in de geschiedenis bepaalde momenten van de geschiedenis hebben meegemaakt, mm-hmm. een belangrijke rol speelt dan al die data die wij hebben. Is er, dat was ook een vraag in de enquête, volgens mij, van zijn er wrokkige gevoelens van Indonesiërs nu tegenover, zeg maar, Nederlandse burgers of Nederlanders die op vakantie... Nee, totaal niet. Nee, Michel kan het ook goed zeggen. Het is echt... Nee, wat dat betreft zien ze Nederlanders van nu toch als iets anders dan de Nederlanders van toen. Al herkennen ze toch wel heel gauw koloniale trekjes als je ze hebt. Dus, Zoals Michel? Nou, als je bijvoorbeeld met je handen in je zij gaat staan... Oh ja? Dan word je daar toch wel op aangesproken. Want dat. Ja, precies. Ja. Daar staat de meneer van de company, noemen ze dat. Ja. En die woordjes, hè? Die woordjes. Die bekende woordjes eigenlijk, hè? Dat zijn vooral dingen waar Nederlanders op aanslaan. Dat zijn de Nederlandse woordjes die je nog altijd tegenkomt. En dat was het herkennen van Nederland in Indonesië. Waslap, asbak, handdoek. Dat zijn allemaal woorden die Indonesiërs nog gebruiken. En Nederlanders vinden dat vaak heel leuk. Maar bedenken daar niet bij dat dat de woordjes zijn die de bediende kreeg toegesnauwd als ze iets moest in de was moest gooien of uit de kast moest halen. Ja. Dus ook zelfs bij zo'n woordje kun je twee gevoelens hebben. Ja. Ja. Laten we gaan ook, wat ook aan die Bersiap-term zit gebonden. Kijk, dit onderzoek is gedaan, denk ik,
als ik voor de Volkskrant mag spreken, maar correct me if I'm wrong, vanuit het belang voor meerdere perspectieven. In ieder geval, hè, Julia zei goed, ja, het is niet alleen maar het Indonesische perspectief, daarbinnen zitten zoveel andere perspectieven, maar het begon in ieder geval in deze met het Indonesische perspectief. En je ziet het terug op allerlei fronten. En ik volgde zo een beetje de commotie en de artikelen rondom die terminologie Bersiap, of je die moest gebruiken. En toen dacht ik van, zit Nederland eigenlijk wel te wachten op het Indonesische perspectief? Is dat niet gewoon meer voor de bühne? Het is wel kenmerkend voor de, ja, ik had het net over die vier verhaallijnen, maar die is kenmerkend voor het door elkaar heen lopen nu van die vier verhaallijnen. Ja. Het is nu een onontwarbare kluwe geworden, want ik denk dat het nog nooit gebeurd is dat het Rijksmuseum, de directeur, dat hij twee aangiftes op zijn bureau heeft aangetroffen van twee kanten, zeg maar van de veteranenorganisatie. Ja. En de andere kant van degene die opkomen voor de Indonesische slachtoffers. En die betreffen allebei het gebruik van de term Bersiap. Dus hij kan het nooit goed doen. He, dus die tentoonstelling, die natuurlijk ook al, en dat is toch ook wel interessant om te zien, die heet Revolutie, ja. He, Indonesisch. De Indonesische onafhankelijkheid, ook al een soort van indicator is voor het in Nederland wel degelijk verschuivende paradigma. Uh-huh. Maar ja, je merkt meteen dat dat dus ook weerstand opwekt. En weerstand van twee kanten. Voor de een gaan ze niet ver genoeg en voor de ander gaan ze veel te ver. Ja. En die tendensen, die vleugels, die verschillende kanten, die zie je allebei in de Nederlandse samenleving die hoor je zich roeren. Hoe kijk jij naar die gebeurtenis, Julia? Kijk, dat, mag ik er nog iets bij zeggen? Dat het mensen roert en raakt, dat is één ding. Dat het instituut die een uitnodiging heeft gedaan voor een bepaalde stem en een bepaalde visie zich daar ook weer over uitspreekt, is natuurlijk weer iets anders. Hoe kijk jij daarnaar, Julia? Het is een hele gevoelige term, laat ik zo zeggen, inderdaad. Volgens mij het hele commotie gebeurde omdat één kant denkt dat meneer Triana dan de term ontkent. Ja. En dan was het volgens mij niet zo. Ja, ik vind het eigenlijk moeilijk om te beantwoorden. Want je moet gewoon, het hangt er vanaf van de context, denk ik. Als de tentoonstelling in Indonesië zou zijn, dan zal die term dan niet worden gebruikt. Uh-huh. En hier dus wel uiteindelijk. Maar daarbij wil ik zeggen, dan is het misschien ook beter om een duidelijke uitleg daarbij te zetten. Laat het misschien ook zien dat het dus misschien wel onmogelijk is om die twee geschiedenissen bij elkaar te brengen? Ik ben heel benieuwd naar de tentoonstelling. ik ben heel benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. Maar jij hebt geprobeerd in jouw boek, hè, om heel erg die twee verschillende perspectieven. Ik heb het nog niet kunnen lezen. Het is zeer omvangrijk. Maar heb je ze naast elkaar gezet? Of heb je ze met elkaar in gesprek laten gaan? En wat gebeurt er dan? Of hoe? Beide. Ik heb zowel uit de beginperiode, dus het begin van de 19e eeuw, de Java-oorlog, dus Hendrik de Kok en Diponegoro. Dat zijn twee tegenspelers die nadrukkelijk met elkaar te maken krijgen. Want de een neemt de andere gevangen. Ze voeren 5 jaar oorlog tegen elkaar. Dus dat die twee hoofdrolspelers zijn leidend in het eerste deel. Dat heet Tijger. En het tweede deel, dat gaat juist over het einde van Nederlands-Indië. En daar heb ik ook weer twee hoofdrolspelers, namelijk Sukarno en Van Mook. En ja, die komen natuurlijk, die krijgen natuurlijk ook met elkaar aan de stok. Uh-huh. En die reageren op elkaar en die proberen elkaar te beïnvloeden. En de een neemt de ander gevangen. Sukarno wordt gevangen genomen en die moet weer vrijgelaten worden. En uiteindelijk, waar Diponegoro verliest, wint Sukarno. Dus, en daarmee is dus de titel van het boek De Wraak van Diponegoro is. Eigenlijk. Want eigenlijk, jij hebt het perspectief van die twee Indonesische figuren laten zien, maar dat is natuurlijk iets anders dan het Indonesische perspectief.
Uiteraard kun je dat niet met elkaar gelijkstellen. Nee. Ik heb van beide, en net zo goed als je het Nederlandse perspectief niet gelijk kunt stellen met dat van de Kok en van Mook. Nee. Want die werden op hun beurt ontzettend tegengewerkt. Net zo goed als Diepe Nogoro en Sukarno ook vele Indonesische tegenstanders hadden. Ja. Dus in die zin, maar ik heb ze gebruikt om hedendaagse lezers een idee te geven, een gevoel te geven, wat voor ideeën, wat voor motieven, wat voor beweegredenen, wat voor mogelijkheden en beperkingen kenden zij als ze als individuen hun weg probeerden te bepalen en hun idealen probeerden te verwezenlijken. En dan zijn het dus twee spiegelbeelden. De Indonesische. Het is niet alleen Diepe Nogoro, het is ook Sentot, het zijn ook andere Indonesische figuren die belangrijk zijn, net zo goed ook aan de Nederlandse kant. Ja. Ik probeer te laten zien dat alle vier de hoofdpersonen, die opereerden niet in een vacuüm. Nee. En die kun je niet zeggen van het is de Nederlander tegen de Indonesiër. Het zijn krachtenvelden. Als je kijkt wat Sukarno niet voor elkaar heeft moeten krijgen om inderdaad de overwinning te behalen, dat is magisch. En dat heb ik geprobeerd tot zijn recht te laten komen. Want het is in die zin is het een kunstenaar. Als je ziet welke krachten er speelde in Indonesië direct na de Japanse bezetting. Het is ongelooflijk dat het hem gelukt is, als ik zo vrij mag zijn. Maar wat mij in jouw boek ook enorm heeft getroffen, dat was het voorwoord, waarin je heel nadrukkelijk stelt dat je helemaal niks met Indonesië had, dat je er nooit geweest was. En dat je dus alle emoties die alle mensen hebben met Indonesië, dat je die van je af probeert te schuiven en weg te laten uit jouw boek. Ik klopt, ik ben van die vierde verhaallijn. Ik ben van de wetenschap, rationeel. En ik heb geen hutkoffer op zolder staan. Dat klopt. Ja, misschien is dat toch nog ook wel een heel ander programma natuurlijk. Hè? Van in hoeverre je ook als wetenschapper misschien toch nog gekleurd bent door waar je heeft gestaan. Ochtend. Maar goed, dat hoeven we niet nu helemaal uit te pluizen. Maar ik ben niet emotioneel betrokken Nee, duidelijk. Ik heb nog een paar laatste vragen voor jullie, maar ik wou eigenlijk eerst even kijken of er in het publiek vragen zijn. Voordat ik een beetje naar de afsluiting toe ga, is er iemand die een vraag heeft? Nee. Nee, komt dat? Ja, die meneer. Nou, wat ik in het hele verhaal niets over gehoord heb, is over de oorlog die bijna weer is uitgebroken rond Nieuw-Guinea. En ja, is daar in Indonesië veel over bekend? Ja, maar dat is ook een andere soort. Ja, dus dan kun je ook wel zeggen dat de vrijheid om daarover te zeggen of te vertellen voor het publiek nog beperkt is. Ben je daarmee eens? Dat is heel netjes gezegd. Ik probeer mijn woorden. Ik mocht als journalisten worden geweerd uit Papua. Journalisten mogen er gewoon niet heen. Ik ben er wel geweest een paar keer, maar dat is alweer een hele tijd geleden. En nu heerst daar een soort noodtoestand, militaire noodtoestand, met speciale wetten waardoor journalisten er alleen maar met specifieke toestemming van een clearinghouse en de president naartoe mogen. En dat krijg je nooit. Want in dat clearinghouse zitten 12 instanties, waaronder politie, leger, geheime dienst en zo. En die hebben alle 12 een vetorecht. Dus als je ze vraagt om toestemming, dan, er is altijd wel iemand die vindt dat je niet hoort te gaan. En er wordt dus niet objectief over bericht. Er komen alleen gecensureerde berichten uit Papua en voor de rest krijg je berichten via die je niet zelf kunt controleren. Maar wat duidelijk is, is dat die hele provincie die ligt onder een stolp. Die wordt beheerst door militairen op dit moment. En wat er verder gebeurt, daar horen we heel weinig van. En daar kunnen we dus ook heel moeilijk over berichten. Ik heb het bijna een jaar geleden kunnen doen aan de hand van een ooggetuige. Dat is de enige manier. Iemand die daar woonde, die terugkwam naar Nederland, die daar 50 jaar heeft gewoond. Die heb ik geïnterviewd en het hele verhaal laten vertellen.
maar je kunt er niet zelf naartoe. Maar in Nederland zelf, zeg maar, onze rol in Nieuw-Guinea en die oorlog, die is ook nog best wel onbelicht, toch? Als ik, daar lees ik nou ook niet dagelijks over in de krant. Nee, en die is in Nederland ook nog, dat is een pijnlijk hoofdstuk uit de geschiedenis, omdat Nederland heeft beloften gedaan, de Verenigde Naties hebben beloften gedaan aan Papua. Er is een referendum gehouden, wat door de Indonesiërs heel anders werd geïnterpreteerd als door de Verenigde Naties. Want wat een referendum had moeten zijn onder de hele bevolking, werd een referendum onder 1000 stamhoofden die met het geweer in de aanslag ja mochten zeggen tegen aansluiting met Indonesië. Ja. Dus, en Nederland heeft dat laten gebeuren. Die hadden op dat moment niets meer in te brengen. En dat is allebei pijnlijk, want de keren dat ik in Papua was, ben ik regelmatig aan mijn jasje getrokken van wanneer komen de Nederlanders nou? Dat hebben ze toch beloofd. Mm. Maar nou, dat was 60 jaar geleden. Ja, treurig. Is er iemand anders? Ja, kijk, het komt wel, dat is daarboven en hier deze meneer beneden. Ja, is goed. Zover ik begrijp is eigenlijk Indonesië ontstaan dankzij Nederland. Bestaat eigenlijk Indonesië vanuit een aantal landen die als gevolg van het Nederlands kolonialisme uiteindelijk tot de staat Indonesië geworden zijn. Maar wel met heel verschillende nationaliteiten of verschillende volkeren. Met ook verschillende talen. Wat is je vraag? Mijn vraag is van in hoeverre vind je dat terug in het huidige Indonesië? Dat is niet de Indonesische visie. Ja. Nou ja, daar denken de Indonesiërs anders over. Als je dat historische diorama bekijkt, daar is het overheersende narratief is dat van de nationale eenwording van Nusantara, dat wil zeggen dus de hele archipel, van Mataram, het rijk van Majapahit, dus daar zitten we in de 12e, 13e eeuw, tot het heden. En dat is één verhaal van nationale eenwording en heldendom dat alleen akelig wordt onderbroken door een koloniale periode. Dat is het Indonesische perspectief. Dus is dat niet ook zoals hoe jij dat leerde, Julia? Eigenlijk de Nusantara bestond al voordat de westerse beschavingen, laat ik het zo zeggen, de Nusantara binnenvaarden. De diorama-reeks begint met de Borobudur, 824. Het jaartal staat er precies bij. En daarmee. Is dat ook het wetenschappelijk perspectief? Misschien even met de microfoon voor de mensen. Dat is een goede vraag. Er zijn absoluut al centralistische tendensen in Java. Dat Rijk van Majapahit had al de neiging om zich ook elders. Al de neiging om ook buiten Java zijn gezag te vestigen. Dus het is niet zonder grond die aanspraken. Het was natuurlijk niet al het was nog niet een centralistisch land. Zoals wij dat tegenwoordig kennen. Als ik iets kan toevoegen. Ja, ja inderdaad. Vanaf het begin van de 9e eeuw, 12e eeuw. Er waren vroeger natuurlijk niet zoveel schriftelijke bewijzen. Om te zeggen, oké, dit is een deel van de Nusantara. Of er waren vroeger heel veel koninklijke. Dus inderdaad, Sriwijaya, Mataram, noem maar op. En die lokale die hadden vroeger gewoon het goed. Laat ik het zo zeggen. Er waren niet zoveel schriftelijke materialen voor wetenschappers nu. Of van 50 jaar geleden, laat ik het zo zeggen, om dat te bestuderen. Maar daarna kwam natuurlijk de Portugezen. De Spanjaarden, de Nederlander, de Nederlandse en dan de Engelsen. En zij gingen natuurlijk, zij hebben alles op papier beschreven. En vandaar wordt natuurlijk de hele geschiedschrijving vastgelegd. En daarvoor was het natuurlijk moeilijker, omdat
de methode, of niet de methode, de cultuur om de geschiedenis ook vast te leggen op papier was vroeger niet zozeer als wat de Europezen hadden gedaan. En die meneer daar met die oranje trui aan. Ja. Een trui. De heer Maas die gaf net aan dat Indonesiërs op dit moment op een vrij positieve manier naar Nederland en naar Nederlanders kijken. Toch meen ik ook uit het onderzoek gelezen te hebben dat het overgrote deel van de respondenten van mening is dat Nederland herstelbetalingen zou moeten verrichten. Hoe verenigt u die twee dingen met elkaar? Nou, die zijn heel goed. De herstelbetalingen die zouden moeten komen van Nederland als natie. De vragen verder over hoe ze tegen de Nederlanders aankijken. Dat was hoofdzakelijk toch ook tegen de individuele Nederlanders die daar op bezoek gaan. Ze zijn voor herstelbetalingen. Daar wordt in Nederland nogal over gegniffeld, want ze willen alleen maar geld. Maar als je dat in de context plaatst van de geschiedenis, is dat toch niet zo'n gekke vraag. Want in 1949 heeft Nederland bedongen dat Indonesië herstelbetalingen aan Nederland betaalde. Je hebt honderden miljoenen guldens heeft de regering van Sukarno aan Nederland betaald voor Nederlandse bedrijven die ze genationaliseerd hadden. En het is dus niet zo gek dat Indonesië ook wat terug zou willen. Hoe spelen die herstelbetalingen nu een rol in de diplomatieke relatie tussen Nederland en Indonesië? Is er druk vanuit Indonesië? Hoe werkt dat? Volgens mij helemaal niet. Helemaal niet? Dit is echt iets wat mij ook trof in die enquête naar voren kwam. Dat je volgens mij door vertegenwoordigers van de Indonesische overheid totaal niet hoort. Maar je kijkt maar eventjes. Volgens mij is dat niet... Dat is voor mij ook niet echt bekend. Nee. Dus dit is waarschijnlijk ook veel meer, misschien als ik het verkeerd interpreteer, wat gewoon komt door burgers die zich informeren op allerlei manieren. En die natuurlijk zien dat herstelbetaling in allerlei koloniale, postkoloniale situaties speelt. Dat op die manier daar ook... Daar lijkt het op, ja. Want ik denk ook dat het, je had het er net over, dat inderdaad dat het beeld van Indonesiërs en zekerheid zoals dat van overheidswegen wordt gestimuleerd, is dat van een heldhaftige natie, hè, overwinnaars. En ja, hoe rijm je dat met herstelbetalingen? Dat zou eigenlijk al ondergraven. Dus in die zin is het geen officieel standpunt. Nee. Nou, ik denk dat het misschien is opgekomen doordat Nederland wel geld is gaan betalen aan nabestaanden van het geweld. Ja. En dat ja. mensen zijn gaan denken, nou dan kunnen ze net zo goed aan heel Indonesië geld gaan geven. Ik las ook ergens dat er vaak, als het gaat om bijvoorbeeld de aantallen van slachtoffers die zijn gevallen onder Indonesiërs, dat die eigenlijk helemaal niet bestaan in de geschiedenisboeken, omdat er dus geen focus is op de slachtoffers eigenlijk. Zou jij, en in Nederland is heel veel aandacht voor Nederlandse slachtoffers, hè, en in deze, dit komt maar in alles, zou jij vinden dat Indonesië wat kan leren van Nederland als het gaat om hoe je omgaat met het herdenken van slachtoffers? Ja, maar ik denk dat niet de prioriteit zou zijn van hoe ze dan daar de geschiedenis opnieuw gaan kijken. Maar zou het iets opleveren voor mensen zelf? Zeg maar los van niet de prioriteit voor de overheid, maar zou het iets geven aan mensen zelf om meer stil te staan bij alle slachtoffers die zijn gevallen? Ja, dat... weet je wat het is? We zijn niet zo opgevoed alleen maar met... Of tenminste, in Indonesië zijn ze niet gewend om alleen maar over aantallen te praten. Meer over het effect daarvan, zeg maar. Uh-huh. En wat het kolonialisme zelf, die 350 jaar periode, heeft, wat voor impact het heeft gebracht. Mm-hmm. Dus we zijn niet, of ze zijn daar niet veel bezig met het aantal. Nee, maar mag ik het wat persoonlijker maken? Zou het jou wat doen in de lijn van jouw familie? Weet ik niet, als er meer aandacht zou zijn bij slachtoffers, zoals hier in Nederland ook mensen aandacht eisen voor de slachtoffers die zijn gevallen in eigen familie. Of zeg je van, ik zie daar zelf ook eigenlijk het nut helemaal niet van in dat we daar nog een hele... We moeten natuurlijk herdenken. De slachtoffers die hebben gevochten voor onze vrijheid. Van welke kant het ook
is. Dat wel. Maar het is, persoonlijk vind ik het beter om de geschiedenisverhalen door te geven. Maar dan vanuit verschillende kanten. Zodat het allemaal duidelijker is voor de volgende generatie. Ja, helder. Is er nog iemand met een vraag? Nee? Nou, dan wil ik toch een beetje naar de afsluitende vraag van, we hebben het dus gehad over het belang van heel veel perspectieven, niet alleen Nederland en Indonesië. Het belang om toch ook samen tot bepaalde verhalen te komen, hoe verschillend die dus ook nog wel lijken zijn. Wat het ook hoe gevoelig het blijkbaar nu nog steeds allemaal ligt. Wat was de inzet van de Volkskrant, of wat is misschien ook de volgende stap? Wat zou jij voor je zien? Waar werken we naartoe met deze wederkerigheid van verhalen? Nou, om te beginnen naar een discussie, hoop ik. En die is er nu volop gekomen, dat is al heel mooi. Waar van de Indonesische kant heel erg op aangedrongen wordt, is om zo'n enquête of iets dergelijks ook eens een keer in Nederland te houden. En de Nederlanders te gaan vragen. En gaan jullie dat doen? Er wordt over gepraat. Okay. Dat is niet zo makkelijk, denk ik. Maar wat ook een vraag was die opkwam toen we bezig waren met het opstellen van de vragen. Toen kwam er een opmerking vanuit Jakarta van, ja, maar die vragen die jullie stellen, dat zijn allemaal vragen uit de jaren 50. Heb je geen nieuwe vragen? En ja, dat was ook een eye-opener. We hebben daar niet meteen van alles aan kunnen veranderen, maar Wat zou zo'n nieuwe vraag zijn? Nou, het zou in ieder geval een vraag zijn aan een jongere generatie, van een jongere generatie. En de historicus die al genoemd werd, Bonnie Triana, die zei ook van elke generatie schrijft zijn eigen versie van de geschiedenis. Dus het zou heel interessant zijn om eens te horen wat niet alleen jongere Indonesiërs, maar ook jongere Nederlanders daarover denken. Ja. En daar zit volgens mij wel wat in. Ja, Julia. Waarom zou het moeilijk zijn hier om zulke enquête te maken? Ik ben geen enquêteur, maar je moet gaan nadenken van wie stel je de vraag, welke vragen stel je. Je doelgroep moet je hebben. Je moet weten op welke antwoorden dat je aan wil sturen. Het zijn dingen die waar je heel erg over na moet denken en heel veel over moet discussiëren, ben ik bang. Maar niet onoverkombaar, toch? Nee, absoluut niet. Nee. Maar was de doelgroep niet duidelijk? Was het niet voor de jongere generatie? Nou ja, hier heb je die vier verhaallijnen. Dus als je een groep hebt uit een van die verhaallijnen, krijg je een heel ander verhaal dan een groep uit de andere verhaallijn. Dus je moet zien dat je die alle vier kunt bedienen. En dat het toch interessant blijft. Ja, dat is een lastige, de selectie. Ja, zie je wel. Ja. Een vraag van de programmamaker. Een beetje een flauwe vraag misschien, Michel, maar dat geldt toch voor Indonesië net zo goed. En daar hebben jullie ook een enquête afgenomen. Dus dan snap ik niet wat er dan daar makkelijker was dan hier in Nederland. Nou, daar was het nieuw. En we wilden gewoon een aanzet. Het wordt steeds onderzoek genoemd. Het is geen definitief onderzoek. Het is niet wat nu over ons heen komt uit historische hoek. 12 boeken, boekwerken over 5 jaar geschiedenis. Het is een aanzet om wat verschillen aan te duiden en om te laten zien dat er een duidelijk verschil is in perspectief tussen die twee landen en tussen groepen in die landen en dat je daar iets over kunt zeggen en dat je daarmee verder kunt. Ik denk ook dat het inderdaad lastiger is om dat goed te selecteren. Want als je echt, je wilt natuurlijk representatief zijn, maar nou ja, dan moet je ook een vergelijkbare keuze maken als bij historia. En dat is toch al een hele specifieke groep, hè? Ja. Heb ik begrepen in de Indonesische samenleving. En in Nederland, ja, ik denk dat de uitkomst, ik ben ook geen enquêteur, maar ik denk dat de uitkomst buitengewoon tegenstrijdig zal zijn. Dat al die verschillen, dat hele scala van al die tegengestelde meningen en achtergronden
en soorten verwantschap en rationaliteit erin voor. Misschien is het een goede om in te gaan op het verzoek ook vanuit Indonesië om het even om gewoon op de jongeren in Nederland te focussen. Om een nieuwe generatie met elkaar aan het woord te laten, omdat die misschien ook veel minder in de verdeelde stromen en kampen zit dan jij net schetst. Ik wil nog even het woord aan Feba geven. Die zegt... Nu ben ik benieuwd. Mijn vraag is voor Martin. Ja. Hoe kijk je dan zelf terug op de 350 jaar? Op de? 350 jaar Nederlandse bezetting in Indonesië. Als een historisch drama. Ik ben niet van de veralgemenisering. Ik zie dat zowel aan Nederlandse als aan Indonesische kanten er heel veel goede bedoelingen zijn geweest, maar ook heel veel kwade opzet. En dat die twee volkeren zijn gebotst op een hele ellendige manier. En ik zie daar, zoals in de meeste koloniale onderneming van andere landen ook, want het is natuurlijk wereldwijd gebeurd. We hebben hier in Nederland die ongelukkige uitspraak gehad van Balkenende over de VOC-mentaliteit. De arme man weet niet wat hij heeft aangericht, maar op zich begrijp ik hem wel. Want er zit namelijk ook iets in van avontuur zoeken. Hè? Niet bang zijn om op je plek te blijven, erop uit. Hè? Dat spreekt aan. Maar die andere kant, waar dus als je dan terechtkomt in een samenleving waar mensen denken, wat hebben jullie hier te zoeken? Dat maakt het gewoon opeens veel ingewikkelder. Vooral ook als je in dat land ook door andere mensen wel met open armen wordt ontvangen. Dat zie je zeker ook in de 19e eeuw. Hè. We hebben het in het begin gehad over de Java-oorlog. Nou, die Java-oorlog was ook een intern conflict, hè, tussen verschillende belangengroepen en verschillende geloofsbelevingen op Java. Tussen Solo en tussen Yogyakarta. Dus dat is ook iets het is allemaal zo gecompliceerd dat ik zeg van ja, wat je hier ziet is, de hele koloniale periode is een van de beste illustraties van het menselijk tekort. Een goede uitsmijter, maar toch nog één vraag. Ik heb er niet nog één, dus. Nee, zijn er nou, want ik hoorde jou net zeggen van ja, wij zijn natuurlijk niet Nederland en Indonesië niet de enige twee landen die hiermee worstelen. Nee. Kunnen we nou, hebben jullie misschien een voorbeeld in je hoofd van een voormalige kolonisator en een voormalige gekoloniseerde die op een andere manier, een betere manier, waarbij iets van kunnen leren in hoe zij samen allebei aan een verhaal werken en een onderzoek met elkaar zijn? Er is voor alle modellen iets te zeggen. Hè. De Engelsen die hebben veel meer cultuur en onderwijs gebracht. En die hebben veel meer mogelijkheden gegeven, zoals in India, om daaraan deel te nemen, om mensen om zich te ontwikkelen. Maar ja, als je kijkt hoe dat afgelopen is met de scheiding tussen India en Pakistan, dat verdient ook niet de schoonheidsprijs. Nee, ik bedoel ook heel erg nu hoor, van landen al die verschillende, maar meer gewoon of er nu landen zijn waarvan je denkt van ja, daar zouden wij als Nederland of daar zouden we als Indonesië naar kunnen kijken van hoe je als volgende generatie weer stappen zet om met dat verleden om te gaan. Misschien is dat misschien leuk onderzoek van de Volkskrant. Er is wel van alles gaande. Omdat er is heel veel gaande op het gebied van teruggaaf van historische voorwerpen. En daaromheen ontspint zich een hele discussie die ertoe leidt dat voormalige koloniën serieuzer worden genomen. En dat kan hele goede gevolgen hebben, maar ik weet het niet. Ik heb mijn hoop geput uit de literatuur, zou ik maar zeggen. De Indonesische schrijver E.K. Kurniawan, dat is iemand van een jaar of 40, die heeft een schitterend boek geschreven dat heet Beauty is a Wound, Schoonheid is een Wond. En daarin beschrijft hij juist die hele pijnlijke geschiedenis, die naoorlogse geschiedenis, net de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog, tot en met na de Tweede Wereldoorlog,
En die beschrijft hij aan de hand van een stadje, een gefinancierd stadje. En daarin kom je iedereen tegen. De koloniaal, je komt de bijvrouw tegen, je komt de nationalist, de communist. Er worden mensen vermoord. Hij beschrijft het allemaal op een hele vrolijke en bijna leuke, ja, echt leuke manier. En hij beschrijft het met respect voor iedereen. En ook voor de Nederlandse koloniaal. Ook voor de communist, ook voor de moordenaar van de communist. En als je op die manier zo vrij en zo luchtig met je eigen geschiedenis om kunt gaan, ik denk dat je dan op de goede weg bent. Nou, daar kunnen wij dan misschien nog als Nederland wat van leren. En wat ik hier toch weer in terughoor, en dat is denk ik als ik gewoon nadenk over, oké, wat was de hele rode lijn door deze middag? Dat was gewoon dat enorme belang van meerstemmigheid. En het is aan de ene kant gewoon een enorme dooddoener, omdat het zo overduidelijk is. En aan de andere kant is het toch iets waar we denk ik ons allemaal weer bewust van moeten worden, dat die meerstemmigheid in alles gewoon essentieel is om van onze geschiedenis denk ik te begrijpen en beter ook nog hopelijk misschien iets van te leren. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie input voor dit gesprek, ook weer andere gasten. En ik wens jullie een mooie zaterdagmiddag. Dank jullie wel.